de GamerGeeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede-GamerGeeks, wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks... Wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks podcast. De wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik en een mede-geekje graag bijpraten. Ja, articuleren kan nog. Over laatste gamingnieuws en alles wat te maken heeft met de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit de man die alles kan. Het is Jeroen, come on! Is me, I have returned. Yes, you have returned. I'm here. Hey, even, rest in peace Battleborn. Komt even. Dat was toch al lang achter ons begraven in de tuin. Oh man, ja nee, wij streamen deze podcast, streamen ook altijd live op Twitch en YouTube. En dan heb ik zo'n soort van countdown met beelden van plekken waar we zijn geweest en zo. En ik kan me dus nog herinneren dat wij op First Look Battlecon, dat was dus ooit een spin-off van First Look, dat is echt maar één keertje geweest. Vond ik heel jammer, want het was vond ik echt een heel tof event. Maar daar hadden we toen Battleborn gespeeld. En ik weet nog dat wij het daar zo erg naar ons zin hadden met die game. Toen kwam die eenmaal uit en toen hadden we twee potjes gespeeld. Toen was het van, dat was het wel met Battleborn. Althans, dat kan ik me nog herinneren ervan in ieder geval. Die game ging toen ook heel snel free-to-play, zoals ik had begrepen. Toen ja, het was voor degene, mocht je nou weten over welke game heb je het in godsnaam. Battleborn was eigenlijk een soort Overwatch-achtige game die in dezelfde maand uitkwam als Overwatch. Oeps. Dat was, het was niet zo heel erg handig voor de makers van Borderlands, want die zaten erachter namelijk. En ik denk dat fans nu heel boos op je worden van het leek helemaal niet op Overwatch. En het had wel wat verschillen, maar het had inderdaad wel was wat verschillen, type-wise was het eenzelfde type game. Zoveel fans had die game overigens niet hoor. Maar afgelopen weekend zijn de servers daarvan of compleet offline gegaan. Dus RIP, niet meer te spelen. Ik dacht dus dat er eerder al een moment was dat ze dingen hadden geslashed. Maar dat is dus nu echt officieel. Nu is het helemaal klaar. Nu kan je het ook gewoon niet meer spelen. Waarschijnlijk kan je zelfs de singleplayer campaign niet meer spelen in je eentje. Maar hoe zit dat met mensen die daar cosmetics of zo in de tijd hebben gekocht? Volgens mij, ja dat weet ik. Dit is allemaal speculatie nu. Of speculatie wat ik nu aan het doen ben. Maar volgens mij was het zo dat ze de microtransactions al inderdaad een half jaar geleden zeiden ze al van dat is allemaal... Dat doen we niet meer. Maar die game bleef nog altijd wel soort van beschikbaar. En nu ben ik ook heel erg. Nu ga ik ook surfen ook. Ik ga weer even live in de podcast even surfen. Maar ik ben nu dus echt benieuwd of je dus de game nog kan kopen. Wij hebben bijvoorbeeld een. Waar ik nu zit. Game, ja hoor, je kan een game. Used. Wel used copies. Maar je kan bij Game Mania. Kan je Battleborn dus nog kopen voor PS4. Maar ga je hem dan nog singleplayer kunnen spelen? Of splitscreen LAN? Nou, splitscreen LAN, daar zou je waarschijnlijk op PC iets van een... Zou je iets voor moeten wijzigen of in ieder geval moeten gaan kutten in die code. Ik weet niet of iemand daar al een mod voor gemaakt heeft. Maar zou je, als je allemaal die game koopt en je gaat bij elkaar in hetzelfde netwerk zitten of via een VPN of wat dan ook, zou je dan de game nog kunnen spelen? Of als je zelf een server opzet? Zou dat kunnen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat niemand dat uitgevogeld heeft. Nou ja, er zullen echt wel een kleine groep fans zijn die dit daar hard willen blijven spelen. Ongetwijfeld, ja. Nou ja, dat zie je. Die nu echt in een hoekje. Mijn favoriete game. Ja. Weet je dat? Het is een beetje zoals wij erbij gaan zitten als... Bots, ja. Ja. Dan moeten we ook weer een ander tijdsbedrijf van games gaan vinden. Als die game... Als Heroes of the Storm van Blizzard Entertainment, dus de MOMA van Blizzard. Als die ooit gesloten gaat worden, ga ik oprecht janken. Want dat is de enige game... Ja, nee, dat is serieus. Ik word er niet blij van, maar om nou te zeggen, daar gaat mijn leven. Nou, dat dan nou ja, nee, dat ook weer niet. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen maar dat ik ga janken als dat gebeurt. Want dat is... Ik heb nog nooit een game gehad die ik zoveel jaren achter elkaar dagelijks blijf spelen. Echt niet, gewoon. Dan krijg je die Celine Dion song. Wherever you are. Ja. Oh, man. Datum van opname is overigens 2 februari 2021. Dit is de 160ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Waar, we hebben net ook weer zo'n corona-persconferentie gehad. Nee, we blijven nog... Nee, ga gewoon lekker door. Oh ja, oké. Okay, geen zin in. Ja, dank je. Deze show valt te beluisteren via je favoriete podcastdienst. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. En er is ook een videoversie op youtube.com/GamingGeeksNL natuurlijk. En wat ik ook al zei, we streamen het live en zo. Dus mocht er weer, dat is inmiddels een soort van traditie van deze show, afkloppen. Maar mocht er weer een of ander supergek luid geluid doorheen komen... Ik heb mijn best gedaan. Ik heb al mijn streaming alerts uitgezet. Maar op de een of andere manier, dan komt er weer een volger bij op Twitch. En dan hoor je keihard. Follow the leader. No money. Follow the leader. Ja, dat soort shit inderdaad. Dus dat. Nog verdere dingen. Mag ik even een klein blokje doen van dingen waar we het niet over gaan hebben?
Prima. Dat hele Wall Street GameStop gebeuren. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen. Oh, ja, ja, ja. Heb ik wel meegekregen. Maar wat, van wat ik ervan begrijp is dat een groepje Reddit-mensen... hebben dus zeg maar op de een of andere manier de waarde van GameStop... dat is zeg maar de Game Mania in Amerika... de waarde daarvan gigantisch verhoogd. Eigenlijk ja, ze zijn massaal gaan kopen inderdaad. Ja, ze zijn massaal gaan kopen, waardoor de waarde heel erg omhoog gaat. Want dan is er interesse in de aandelen van het bedrijf. En daardoor dachten heel veel mensen, oh shit, het gaat ineens weer goed met GameStop. Wat is er aan de hand? En Wall Street werd eigenlijk een beetje, de hele beurs werd eigenlijk een beetje getrold door een groep Redditors die zeiden, hey, kom, we gaan GameStop. Ja, het was zelfs nog erger, want er zat een, dat noemen ze dan shorts of zo. Dus dan een bedrijf met heel veel geld, die ziet dan, oh hey... ik leen van een ander bedrijf die aandelen. Die koop ik voor een bepaald bedrag. Betaal ik voor een bepaald bedrag. Maar omdat de prijs zakt, omdat het bedrijf slecht gaat. Op het moment dat ik het dan teruggeef, hou ik geld over. Omdat de waarde dan niet gelijk is. Dus ik heb meer ervoor betaald dan dat het waard is. Dus ik krijg geld of ik hou geld over. Maar ja, dat ging niet door. En het werd zoveel meer waard dat er miljarden, gewoon miljoenen verdwenen dat zijn. Verdampt in het luchtledige. Ja. Maar goed, tot zover ons blokje. Nou ja, tot zover het blokje. En zojuist, echt vlak voordat we begonnen met de opname, is de release date aangekondigd van de Mass Effect Legendary Edition. Dat zijn de eerste drie Mass Effect games. In één komt op... eens even kijken hoor. En dat zijn remasters of zo? Ja, dat zijn de remasters van Mass Effect 1, 2, 3. En even kijken hoor. Ik even live. 14 mei. Dan komt het uit op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Dus mocht je interesse hebben. Ik ben er zelf... Ik heb het altijd geskipt of zo. Ik ben nooit aan Mass Effect toegekomen. Ik heb deel 1 uitgespeeld. Als ik het me goed herinner. Deel 2 bijna. Maar op een bepaald moment ben ik ook afgehaakt. Op zich vond ik het wel coole games. Maar ik weet niet. Misschien duurde het te lang. Nou, dat vooral ja. Ik bedoel, we zitten in lockdown. Dus niks kan te lang duren. Dat is dan nu niet meer, nee. Maar ja, nu zijn ze te oud. Dat is wel erg hoor. Oké, de remake niet, maar die is het nog. Kom ik hier met mijn... Ik hou van Doom en ik hou van boomer shooters. Kan man in de tussentijd. Is te oud. Is te oud. Geen maar gewoon Wolfenstein 2. De nieuwe, laten we zeggen. Ja. En hoe heet die andere game? Nou, ik moet zeggen, je had het over boomer shooters. Die games die dan een oud jasje hebben, maar wel nieuw gemaakt zijn. Iron Fury is er volgens mij één. Iron Fury zeker, ja, ja. Dusk, ja, nou, dat zijn games die ik eigenlijk nog wel zou willen spelen. Oh? Dat lijkt me wel, ja, ik heb daar wel wat mee. Heb ik iemand aangestoken met een boomer shooter virus? Wat is dit nou? Ik denk het wel, want ik vond sowieso de nieuwe Doom en Doom Eternal, die vond ik ook echt kicken. Ja, oh ja, dat was ook nog een ding, ja. Kamman liep een keertje gewoon weg van zijn PC. Komt hij terug, ziet hij ineens... You received a gift. Doom Eternal. Drie keer raden van wie. Goed. Dat. De playlist. Ja. Ik heb eigenlijk maar één game opgeschreven. Het is een beetje de game waar wij mee bezig zijn geweest de afgelopen tijd. En dat is ook een oud spel. Althans, oud. Hè? Wat is oud, relatief? Hè? Ben ik oud? Aan de ringen kan je zien hoe oud hij is. Op de videoversie. youtube.com/gaminggeeksnl. Blablabla. Nee joh, wij zijn de laatste tijd... eigenlijk wij... En ik merk dat we sinds dit jaar... Letterlijk dit... Nou, ook een beetje december. Maakt niet uit. We zijn echt een soort van lockdown games gaan opzoeken. Games die we echt met... Ja, daar gaat... Dit bedoel ik! Dit bedoel ik! De stream... Ik heb ze uitgezet, verdomme! Ik bedoel, thanks for the follow op Twitch kanaal. Twitch.tv/GamingGeeksLive. Maar what the fuck? Een podcastluisteraar denkt nu, what the fuck gebeurt hier? Nou, exact. Een beetje welkom bij deze podcast. Anyway, wat hadden we het over? Oh ja, games die we dus in de lockdown spelen. Want ook met vrienden en zo, toch een beetje dat contact onderhouden. We hebben het al vaker in deze show gehad over Secret Neighbor. Wat nog steeds. Yep. Ik vind eigenlijk dat we dat weer een keertje moeten doen. Eens. Maar we hebben een nieuwe. En met een nieuwe bedoel ik een ander spel. Heb je misschien ook al wat van gehoord? Het heet The Forest. En The Forest... Ja, weet je, als je niet met een groep daadwerkelijk het bos in mag, ja, dan doe je het digitaal. Ja, precies. Ja. Mogen we met een groep niet... Nee, mag niet. Je mag met maar één persoon. Nee, je mag maar één iemand of zo. Ja, ja. Mag je buiten zijn. Nee, dat klopt. Deze groep is groter dan één iemand waar we het mis. Zeker, ja. Ja. Dus The Forest. The Forest is een survival game. Een beetje in de trant van, noem een Ark, een DayZ. Rust is volgens mij ook zo'n survival game. En wat ik heel erg tof vind aan dit spel, althans, dat is wat ik er dan cool aan vind, is dat het dus dat principe pakt. Je kan het singleplayer spelen of multiplayer. Nou, we eigenlijk hebben we het alleen nog maar multiplayer gedaan.
En het heeft een soort horrorsfeertje. Althans, daar is het een beetje mee vermarket, kan ik het wel zeggen. Het is zo van, oeh, het is eng. En er zijn enge motherfuckers in het bos. En die komen je halen. En er zijn enge beesten. En je moet de grot in. En dat is eng. Oeh, weet je dat? Oeh. Maar dan wel. En je bent iemand kwijt. Die moet je zoeken. Ja, precies. Maar dan wel inderdaad met alle survival elementen. Dus je hebt honger. Je krijgt dorst. Je hebt health. Als het te koud is, moet je jezelf beschermen. En je kan dingen craften. Je kan bomen omhakken. Nou, zeg maar echt al die dingen waarvan de meeste mensen die dit horen en meer van dit soort type games hebben gespeeld waarschijnlijk zeggen, hey, dat is Ark. Nou, exact, dat is Ark. Maar dan wel met een iets wat ander sfeertje. En ik maakte deze vergelijking al een beetje gewoon tijdens het spelen met elkaar. Want we spelen dit dus echt met een vriendengroep. We hebben zowaar mensen overgehaald om allemaal €16 of zo te spenderen. Het is op Steam trouwens, PC. Volgens mij is deze game sowieso ook op PS4, Xbox One. Ik niet. Zou zomaar kunnen. Maar volgens mij PlayStation 4, ja. Ja, PS4 sowieso. En wat ik dus heel erg tof vind aan deze game is, hè, het heeft dat survival gebeuren. Er zijn mensen die op je afkomen. Er is zowaar een story. Je bent op zoek naar Tabar. Want je crasht neer op een eiland en je weet eigenlijk niet wat er aan de hand is. En je komt er dus achter dat er een jongetje vermist is, die heet Tamar. En die moet je gaan zoeken en dan moet je allemaal clues ontrafelen en dat soort dingen. Volgens mij is Timmy jouw zoon of zo. Ja, dat wordt dus nooit gezegd. Maar dat is een beetje, waarom zou je anders om dat kind keren? Ja, maar je ziet echt zoveel uit elkaar gerukte lijken ook en zo. Maar waar mij dus heel erg deed denken, en ik weet niet of jij hetzelfde hebt, ik weet niet of je het überhaupt gezien hebt, maar dit was voor mij een beetje een survival versie van Lost. Ja, ik ben zelf nooit zo geïnvesteerd in Lost geweest. Ik ken het wel, maar op een paar minuten vergelijking gemaakt. En toen had ik wel van, ik begrijp het wel. Het heeft een beetje wat Lost heel goed doet in de televisieserie, is dat het continu geeft je een beetje informatie. In de eerste paar seizoenen heb ik het dan nu vooral over. En, ja, het laatste seizoen scheen niet zo best te zijn. Ik ben daar wat positiever over dan de gemiddelde televisiekijker. Iedereen vond het einde verschrikkelijk. En ik heb zoiets van, ik vond het eigenlijk wel een goed einde. Ik snap dat je het hele seizoen kut vond. Dat wel, want het wordt steeds vager en het wordt steeds vreemder. En het wordt steeds, weet je wel, dat je denkt, wat de fuck gebeurt hier op een gegeven moment? Maar, whatever. Maar de game doet dus een beetje hetzelfde. Dus je begint op een bepaalde plek op het eiland. Dat kan anders zijn als je een nieuw game start. En je weet niet wie die kannibalen. We gaan even vanuit dat het kannibalen zijn. De mensen op het eiland. Je weet niet wie die mensen zijn. Je weet niet. Kannibaal, ze eten je op. Dat is heel simpel. Oh, echt waar? Oh ja, tuurlijk. Ja, want als je doodgaat zie je ze. Ja, oké, het zijn kannibalen. Confirmed. Je moet overleven en je vindt op een gegeven moment een gigantisch groot gat op het midden van het eiland, weet je wel? En er zijn grotten, maar in die grotten zijn er andere type beesten. Je komt een paar mensen tegen die ooit op dat vliegtuig zaten, maar nu helemaal morsdood zijn. Hoe zit dat? Weet je, het heeft een beetje diezelfde soort van spanningsopbouw. En al helemaal. Mysterie. Ja, een beetje dat, wat is er aan de hand? Je weet het niet zeker, ofwel, verzamel de hints. Dus dat vind ik heel erg tof. En ik vind het heel erg leuk dat we dan met een groep vrienden, dat is een beetje het aanspreekpunt wat wij dan vooral hebben. Hè, we bouwen dan zo'n heel dorp, gaan we dan bouwen met allerlei gekke constructies. En we willen een voorraad eten hebben, voorraad drinken hebben. Maar ook wapens. Wij gaan dan, wapens. Maar ook wij gaan dan op expeditie. En wat ik zo tof vind, is dat wij, hè, dan gaan we met een klein groepje, gaan we dan zo'n grot in. En als deze game donker is, is het echt super donker. Je ziet geen. Het is fucking donker, je ziet niks. Je ziet geen pepernoot voor je ogen. En dan denk je, dan ga ik cheaten. Dan zet ik de brightness wat omhoog. Of de contrast van de grot. Want die optie zit erin, maar die optie werkt niet. Want het lukt. Het blijft gewoon fucking donker. Het blijft echt super donker. Maar dan vind je dus een bepaald item die dan eigenlijk de hele soort van meta van hoe je dingen aanpakt verandert. En dan kom je erachter, ik kan ook dit soort dingen craften. En ik kan misschien dit soort dingen vinden. En ik kan dat soort dingen vinden. En zodra je zeg maar in die loop komt, daar zitten we nu middenin. Ik heb nu een best wel volle inventory, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe nu de boel gaat eindigen eigenlijk. Maar aan de andere kant wil ik ook weer niet dat het eindigt. Omdat we met vrienden, weet je wel, zijn we aan het spelen. Gezellig, leuk. En ik heb toch wel. Maar als we een beetje volhouden nog, dan is er een nieuwe game van hetzelfde team. En dan gaan we daarin met een groep. Dat klopt wel, ja. Maar wat vind jij er eigenlijk van, Jeroen? Want ik ben dus super enthousiast. Want ik heb nog nooit. Ik altijd met dit soort type games heb. Ja. Is, ik vind het, ik kan het niet al te lang volhouden.
Dus er zijn gewoon momenten dat ik heb van, als we niks doen, alleen maar bouwen, dat is van mij niet weg. Ik help graag, ik wat logs zagen, wat... maar pam, is van nu is het klaar. Ik blijf niet bouwen. Ja, het is ik wil avontuur, ik wil het grotje in, ik wil spullen verzamelen, ik wil door. Dus op een moment merk ik dan, dan zijn we een grot ingegaan en dan hebben we wat gehaald. Dan gaan we terug naar de main base en dan wordt er weer gevist en gevangen en gebouwd. En op een moment denk ik van, gaan we nog iets doen of willen we alleen bouwen? Ja, we willen alleen bouwen. Oké, dan stop ik even. Want ja, ik, op een moment raak ik dan verveeld. Ik zeg, ik heb een huisje met een muur eromheen, dat vind ik prima. En er zijn mensen, die maken een heel Ewok dorp. En het is fucking lauw, het is echt fucking lauw dat je dat kan doen. Hè? In de bossen een boomhut maken die je weer verbindt met een brug. Maar ik heb het bepaald van, voor mij gaat het om het avontuur en het overleven. En niet zozeer om het bouwen van zo'n base. Dat mag bij mij zo simpel mogelijk. Maar dat heeft de game dus. Althans, dat vind ik dan. Dat die game gelukkig heeft de game die mogelijkheid wel. Ja. Waardoor ja. We inderdaad soms ook een soort van splitsing krijgen. Van nee, we willen naar die god. Nee, we willen naar die god. Nee, we willen naar... Oh, de een wil even doorbouwen en de ander wil wat anders. Ja, je hint er al naar. Er komt dus een nieuwe. Sons of the Forest gaat die game heten. En die lijkt dus echt gewoon hetzelfde principe ook te hebben. Maar dan, als het gaat om een grafische upgrade, dan zeg maar een next-gen survival game. Ja, en ik krijg een beetje de indruk dat de personage wat je in die trailer ziet iets beter voorbereid is op de situatie waar die in is. Ja, want volgens mij stort je nu neer vanuit een helikopter en lijk je van de militair te zijn, als ik de trailer moet geloven. In ieder geval bewapend te zijn en weten hoe je moet survivalen. Dus graven van een gat en dat soort shit. Ja. Heel simpel survival iets, blijkbaar. Maar weet je, je ziet er iets... Het geeft even net wat andere vibe. Ja. Ja, echt wel een beetje zo'n next-gen vibe. En ik vind dat super vet gewoon. Want het lijkt de elementen te houden van de eerste. Maar mocht je dus eigenlijk een beetje in dezelfde situatie als wij zitten, dan zou ik deze sowieso op je lijstje zetten van, dit moet je denk ik in de gaten houden voor dit jaar, want Sons of the Forest moet dit jaar uitkomen. Maar mocht je nu al denken, we zijn met een groepje vrienden en we willen wat spelen, dan zou ik zeggen, neem eens een kijkje naar The Forest. Want ik denk dat je daar echt wel mee kan vermaken, of je nou inderdaad op zoek bent naar avontuur, of je wilt een beetje gaan bouwen. Het heeft a bit of everything. En ik vind dat wel tof eigenlijk. Dat, ik had niet verwacht dat ik een survival game zo leuk zou vinden, laat ik het zo zeggen. Nee, want ik ken jou. Bijvoorbeeld een Minecraft of zo. Je zei altijd, nee, bullshit, daar heb ik geen zin in. Geen doel, niks te bereiken. Ja. Uiteindelijk kan je Minecraft nu natuurlijk wel gaan voor de Ender Dragon, maar toch word je er niet echt heen gestuurd. Zoals in deze game echt wordt gezegd, je bent gecrashed, kind is vermist, je hebt geen idee, zoek het uit. Ja. Je krijgt wat meer een motivatie om ook daadwerkelijk die survival te doen. Als ik naar een arc kijk, denk ik van waarom zou ik dit... Waarom? Why? Waarom en met rust heb ik het idem dito. Ja, maar hier is het gewoon... en het komt ook gewoon een beetje door de sfeer die het neerzet. Hè? Want het wordt vroeger werd het heel erg gepromoot als een soort van horror game. Nou, weet je, als je een beetje de game mechanics door hebt, valt dat horrorstuk wel echt gewoon helemaal weg. Maar als je dus inderdaad eenmaal die grotten ingaat, zit ik al zo van... Volgens mij zeggen. Maar ik moet zeggen, in het donker buiten ook hoor. Als ik in het buiten door het bos loop om even een besje te halen. En ik word opeens achter me geschreeuwen. En ik word opeens uit niets belaagd door een groep of vijf van die kannibaals. Wat het ook mogen zijn. Ja, dan schrik ik ook wel echt de billen uit mijn string. Ja, het is te gek. Dus The Forest. Zie dat bij deze als een dikke aanrader voor als lockdown game eigenlijk. Ja. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Maar er is natuurlijk ook heel veel gebeurd op gaming nieuws. Nieuwe games komen eraan. Zometeen gaan we het hebben over Sonic. Want we krijgen eindelijk nieuwe Sonic content. Soort van. Ja. En het einde van Google Stadia nadert. Ja hoor, we gaan het er weer over hebben. Google Stadia brengt zichzelf weer negatief in het nieuws. Was het ooit nog mogelijk, Jim? Jawel. Gaan we weer ranten? 100%. En we gaan natuurlijk de mailbox weer openen. Dus heb jij vragen voor de aankomende podcast? Doe dat vooral even mailen naar podcast@gamergeeks.nl. Dat is het e-mailadres podcast@gamergeeks.nl. Nieuws. We beginnen bij een hele toffe franchise. Als je het aan mij vraagt. jij hebt hier niet zoveel mee, hè, Jeroen? De grap is... Take it or leave. Nadat ik... toen ik laatst... want ik heb een stukje deel 4 gespeeld. Mm-hmm. En die vond ik wel interessant. En op een paar momenten heb ik bij Vincent thuis...
Op de PlayStation deel 7 gespeeld. Zeg ik het goed? Is dat deel 7? Ja, dat is deel 7. En dat vond ik ook interessant. En toen zag ik die remake van deel 2 en van deel 3. Deel 3, die spreekt me minder aan. Met deel 2 wel. En ik heb zo van, nou, misschien is dat wel eens leuk om dat te gaan spelen. En misschien een beetje te livestreamen. Oké, nou, we hebben het over Resident Evil. Want tijdens een Resident Evil Showcase stream heeft Capcom de releasedatum en meer platforms bevestigd voor Resident Evil Village. Dat is het 8e hoofddeel in de survival horror reeks. Hij verschijnt op de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. En wat dan de nieuwe platforms waren, dat waren de current gen, dus de PS4, Xbox One. Dat was nieuws, tussen aanhalingstekens. De game die verschijnt op 7 mei, zet in uw kalender, 7 mei wereldwijd. 2021, dit jaar dus. Wat meer details zijn ook onthuld, zoals een familie van bad guys bestaande uit zeer aantrekkelijke, maar tegelijkertijd ook enge vrouwen die in een horde van vliegende insecten kunnen veranderen. Leuk. Elk is er weer een shopkeeper aanwezig die de Duke heet. Daarnaast is er ook een multiplayer mode onthuld. Deze is vergelijkbaar met Resident Evil Resistance, die werd verscheept samen met de Resident Evil 3 remake van vorig jaar. De nieuwe multiplayer variant heet Reverse. Snap je hem? R-E-verse. Het bevat omgeving en personages uit Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 7. Maar dan met een comicbook Instagram filter eroverheen. Het is echt heel lelijk. Spelers moeten elkaar doodschieten waarna ze transformeren in een iconische boss uit de serie. Nemesis, Mr. X, etc. Er is nu ook een gratis demo met de naam Maiden verschenen, maar dan exclusief op de PlayStation 5. Deze bevat geen combat en wordt daarom ook een visual demo genoemd. Volgens de website Video Game Chronicle was een Resident Evil 4 remake ook gepland om aangekondigd te worden. Maar deze werd intern uitgesteld naar 2023 vanwege problemen met de ontwikkeling. Het team lijkt er niet over uit te kunnen komen in welke richting de toon van de remake moet gaan. Maar dat is dus niet officieel bevestigd door Capcom, dat laatste. Maar eerder werd al wel gelekt dat er gewerkt wordt aan een Resident Evil 4 remake. Maar ja, mocht het waar zijn, is het wel goed dat ze er goed over nadenken. Want die game heeft natuurlijk wel een bepaalde status bij de fans. En als je dat verknalt. Ja, nou, ik ben dus van het. En dan klink ik waarschijnlijk als een hele oude lul. Ik ben een oude lul. Ja. Maar ik ben van het clubpie. Waarom zou je Resident Evil 4 remaken? Ja, die ziet er nog eigenlijk best goed uit. Als je kijkt naar 2 en 3, die waren natuurlijk nog PlayStation 1 era. Ja. En die zagen er eigenlijk al heel slecht uit. En van deel 4 was toch al een soort van remaster geweest. Ja, dat weet ik hoe vaak. Voor PC of zo. Ja, is die gaan. Dus op zich ziet hij er gewoon nog oké uit. Die kan gewoon nog spelen. Sterker nog, ook op de. PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch hebben allemaal nog ports gehad. Ja, van Resident Evil 4, 5 en 6. Dus ik snap dat ze zoiets hebben van, hey, de remakes doen het goed, dus laten we alles remaken. En wie weet wat ze inderdaad kunnen doen met Resident Evil 4, maar dan in remake vorm. Maar ja, ik ben een beetje, ik weet niet, is het te vroeg? Is het? Voor jou is de game nog te mooi in zijn pracht zoals die nu is. Ja. Je bent bang dat door het te verbeteren het juist alleen maar slechter wordt. More is less. Ja, nou, een beetje wel. Nee, maar kijk, wat je inderdaad zegt, de originele Resident Evil Trilogy was PlayStation 1. En dat kan je inderdaad, hoe hoog je dat ook kan upresen, dat gaat niet. Dat houdt op een bepaald moment op, ja. Maar daarom was de Resident Evil 1 remake op de GameCube, dus 1 generatie daarna, die GameCube remake is fantastisch. Daarin merk je hoeveel 6 jaar verschil al kan maken eigenlijk in game development en technologie en zo. En dat is de versie die ze nu continu remasteren. Sterker nog, voor Xbox abonnees van Xbox Live Games with Gold, cadeautje deze maand, Resident Evil. Spoiler voor straks. Maar dus die is fantastisch. En met Resident Evil 4 heb ik ook zoiets van, ja, tuurlijk, er zijn dingen outdated. Hè? Er zijn, ja, zou je in een remake heel veel kunnen verbeteren? Natuurlijk, zeker grafisch. Maar ga je daarmee nu al de legacy van, ik weet niet, ik weet niet of ze dat moeten doen. En zeker omdat de Resident Evil 2 remake was geweldig. Ik heb de Resident Evil 3 remake nog steeds niet gespeeld, sorry. Maar die was niet zo goed ontvangen. Niet zo goed als de 2 remake. Dus dan denk ik ook van, gaan jullie nu niet te hard van stapel lopen? Ja, rustig. Je hebt 1 goede gemaakt. Je hoeft niet alles te remaken. Ja. Hallo, rustig. Kalm. En ik ben van mening, ook nog eens, als we dan kijken naar de hele franchise, dat ze eigenlijk Code Veronica moeten remaken. Dat was een Resident Evil game die kwam
in eerste instantie alleen op de Dreamcast. Kennen we die nog? Zo lang geleden gaan we. En dat was... In eerste instantie was het de planning dat dat Resident Evil 3 werd. Dat plan hadden ze toen geschrapt. En toen zeiden ze, oké, we maken van een spin-off die gaat over Jill Valentine. Die noemen we nu 3. Dubbele punt Nemesis. En toen werd Code Veronica werd ook weer... Allemaal fucking geneuzel van 20 jaar geleden of langer. Dus de... Ik heb zoiets van, waarom remaken jullie die dan niet? Want dat is echt een oldschool Resident Evil nog. Ja, precies, met weinig polygons. Ja, dat is echt... Oké, maar de nieuwe. Resident Evil Village dus. 7 ik heb er zo om gelachen op het internet nadat die trailer en die demo online waren geweest. Zoveel mensen die... hoe moet ik het netjes zeggen? Die het woman, laat maar zeggen, wel interessant vonden. Ja, ik had het dus al over een groep aantrekkelijke, doch zeer gevaarlijke vrouwen. En de hoofdvrouw, zeg maar, is huge. Volgens mij is haar hoogte ook officieel onthuld. Volgens mij was dat 3 meter nog wat. Maar ja, wat vond je van de trailer? Want ik vond het er fucking gruwelijk uitzien, deze game. Holy fuck. Wat ik ook bij de vorige game vond, het ziet er gewoon heel goed uit. En dat first-person perspectief, wat bij de andere games altijd third-person was, vind ik heel goed werken in de sfeer die het geeft. Ja. Wat ik wel altijd heel erg met Resident Evil heb gehad, ging het om zombies. En bij 7 merkte je al dat ze daar een beetje van afhaakten, dat het wat anders was. Ja. En hier merk je dat nog erger. Het is iets heel anders. Ja. Mij, want bij deel 7, voor de mensen die deel 7 al gespeeld hebben, ik zal zo min mogelijk spoilers vertellen voor degene die het niet hebben gedaan. Maar dan kom je ook bij een familie. Ja. En die familie is gewoon wacky. Het is gewoon gek. Een beetje Texas Chainsaw Massacre idee. Precies, maar daar heb je nog wel een beetje de zombie vibe van andere Resident Evils. Want er klopt iets niet, er is iets met die mensen. En dan heb ik het niet over de standaard zombies, maar een beetje de boss guys. Ja. En bij deze game, ik weet niet, ik mis nog een beetje wat het Resident Evil maakt. Ja, ik denk het virus, het ding wat er omheen speelt. Er is altijd iets met een virus of met een parasiet. Ja, nou en dat wist ik nog en dat zal wel gaan komen. Maar ik heb nog nooit Resident Evil met vampieren of met weerwolven of met wat dan ook gekoppeld. Maar alleen met zombies. Nee, ja, nou, dan, ik denk dat je dan sowieso al wat verder moet komen in meer Resident Evil games. Want het blijft natuurlijk niet alleen maar bij zombies. Nee, tuurlijk. Maar dat is je hebt natuurlijk ook de honden en de dingen. Maar het heeft altijd wel als kern, het is een virus. Ja, dat is waar. Toch? Ja. Nou ja, ik weet dus oprecht gewoon niet meer wat er daarna, zeg maar, gebeurt. Want met name in Resident Evil 7, ik weet het niet. Ik weet het ook niet meer uit mijn hoofd. Maar het is wel... Maar hoe het eruit ziet, chapeau. Daar kan ik niks anders over zeggen. Echt fantastisch uit. Ik ben weggeblazen. Het is echt gewoon next-gen horror shit. En wat ik zo tof vind van hoe deze game eruit ziet, is dat... En daarom ben ik misschien ook een beetje tegen een Resident Evil 4 remake. Deze game lijkt heel veel elementen van Resident Evil 4 juist te pakken als inspiratie. Dus bijvoorbeeld het dorpje tegen een kasteel aan. Ja, dat is Resident Evil 4. Dan begin je ook in een dorpje en dan ga je naar een kasteel. Gewoon, dat is exact dezelfde vibe gewoon. En het is niet... Is het niet gewoon een prequel of sequel van 4 stiekem? Nou, Chris Redfield zit erin. Die zat niet in deel 4. Oh. Leon Kennedy was het hoofdpersoon uit deel 4. En hier speel je als de guy uit 7. En Chris Redfield speelt hier dus ook een rol in. En wat dat dan allemaal gaat worden, geen fucking flauw idee. Maar het heeft bij mij een beetje diezelfde vibes. En dat betekent niet dat het exact hetzelfde gaat spelen of zo. Nee. Maar I dig it, zeg maar. Ik zie al waar ze die puzzeltjes gaan doen. Ik zie al waar er wat actieset-pieces gaan komen. En dan denk je misschien, oh, Resident Evil een actie. Bah, nee joh, dat hoort er gewoon bij. Dat heeft er altijd al in gezeten. Dus, ja, alleen niet zo erg als 5 en 6. Die waren wel heel heftig. Ja, dat was Michael Bay. Maar ja, dan waar ik al naar verwees, die soort van familie van die gekke vrouwen, die kunnen veranderen in insecten. Ik denk dat dat gewoon van die motherfuckers worden, die continu achter je aan blijven komen. En dan denk ik, oh ja, daar gaan we weer hoor. Het is wel, ik heb wel echt het idee dat we hier met een hele toffe game te maken hebben. Maar ik moet echt gewoon zo nodig. En vaste luisteraars van de podcast weten dit. Ik loop achter. Ik loop zo fucking erg achter. Te veel te spelen. Ja, nee, ik ben nu bij 2 met Claire nog. Die heb ik inmiddels wel op mijn PlayStation 5 gezet en ben een beetje doorgespeeld. Dus ik zit er weer een beetje op. Maar dan moet ik 3 nog uitspelen. Dan moet ik 7. Ik moet wel echt 7 gewoon dan nog doen.
Maar ik denk dat ik daar in mijn broek ga schijten. En dan, nou ja, weet je wel, dan eindelijk 8. Village. Dit is gewoon Jim, jongens. Jim zegt, oh, ik heb nog zoveel spelen. Dan, nog zoveel Resident Evil, nog zoveel game. Andere games. Maar dit is ook zo, Jim. Hé, hey, Jeroen, heb je zin in een potje HOTS? 4 uur later, potje klaar met HOTS. ik moet de Battle Pass nog spelen. Van... Oh ja, van KOT inderdaad. Nou, die heb ik niet. Die is vet. Ja. Hebben wij nog een mening over de multiplayer heb je die shit gezien? Ik heb het niet gezien. Ik kan het wel even stiekem kijken, maar heel eerlijk is mijn mening eigenlijk altijd wel zo bij die multiplayer geweest. Het interesseert me niet zo. Resident Evil is altijd het verhaal geweest en de spanning van het spelen van die singleplayer. Nou, hoe ik het net omschreef, omgeving en characters uit de remakes en 7, maar dan met een lelijk Instagram comicbook filter. Fucking letterlijk. Ja. Het is zo fucking lelijk. Het is zo... En ik snap het, het is een multiplayer game. Moet niet serieus nemen. Maar dit is gewoon echt fucking scheid ugly gewoon. En ik snap... Nee, maar ik snap niet waarom ze dit nog maken. Ze hebben al... Weet ik hoeveel multiplayer Resident Evils hebben ze gemaakt? Volgens mij Outbreak op de PlayStation 2. En dat is al fucking lang geleden. En daar hadden ze nog een deel 2 van. Nou, dat is echt PlayStation 2 multiplayer. Dat is allemaal dood en zo. Blablabla, bla, bla, whatever. Dat scheen nog wel tof te zijn, omdat je dan eigenlijk gewoon classic Resident Evil speelt, maar dan met meer mensen. Maar hebben ze in deze multiplayer een soort van self-shaded proberen te maken of zo? Nou, wat ik zeg, het is een lelijk Instagram comicbook filter. Het is fucking lelijk, want je ziet gewoon letterlijk. Ja. En zeker, ik heb de Resident Evil 2 remake gespeeld. Ik zie gewoon dat het diezelfde environments zijn, maar dan veel feller belicht en met een lelijk filter eroverheen. Gadverdamme, het is echt gadverdamme. Maar, ja, het is heel, heel weird. Dan denk ik ook, jongens, Resident Evil Operation Raccoon City was ook een flop, was ook multiplayer. Umbrella Corps, kennen we dat nog? Nee, was ook een flop van een multiplayer Resident Evil game. Resident Evil Resistance van vorig jaar. Geen hond die het speelt. Alleen een paar mensen. En that's it, weet je al? Dan denk ik, waarom ben je al die tijd, dat tijd en dat geld aan het investeren in multiplayer mode Resident Evil shit, die je dan weliswaar gratis krijgt bij zo verkopen ze dat dan. Je krijgt dat gratis bij Resident Evil Village. Het is gewoon een multiplayer mode. In een aparte client dan, weet je wel. Het is gewoon tering lelijk. Waste of time. Waste of time als je... Maakt maar zetten ze hier niet gewoon een ander team op? Ja, waarschijnlijk een veel kleiner team die dit waarschijnlijk gewoon even erbij maakt. Maar dan denk ik, dat kleinere team kan ook, weet ik veel, concepten gaan uitwerken voor een Code Veronica remake of weet ik veel, iets nuttigs gaan doen, maar niet dit soort shit. Ik haat het. Inmiddels begin ik gewoon een hekel aan te krijgen. Aan Capcom die nu, we moeten een multiplayer Resident Evil bij onze Resident Evil shit douwen. Nee, niemand klaagde daarover bij Resident Evil 7. Niemand klaagde daarover bij Resident Evil 4, 5. Nou, 5 was co-op, 6 was ook co-op. Nou, hartstikke leuk. Maar hou ermee op. Gewoon, hou ermee op. Ja, precies. Ik denk dat het, ik ben bijna bang dat het een soort van investeerders dingetje is. Zo van, ja, maar zit er ook online multiplayer in? Want wij investeerders van de financiële markt, die de ballen fucking verstand hebben van... Die willen alleen maar als je een compleet pakket levert, dan krijg je geld. Exact, ja, een beetje dat. Teringzooi. Oké, nou, genoeg rage over Resident Evil. Village, zin in 7 mei 2021, dames en heren. Dan gaat dat allemaal gebeuren. Waarom doet mijn blieper het niet? Blieper. Hi. Mijn knopje is kapot. Nou, komt goed. Daar is die. Volgende nieuwtje dan. Ja, laten we dat maar doen. De studio Vicarious Visions is verhuisd. De studio heeft een lange geschiedenis. Zo hebben ze eind jaren 90 tot in de late zero's voornamelijk ports gemaakt voor bijvoorbeeld de Tony Hawk franchise, de Spider-Man games en de Guitar Hero delen. De laatste jaren waren ze voornamelijk bekend om het ontwikkelen van een aantal Skylanders games. En daarna richtten ze zich nog op de Crash Bandicoot Insane Trilogy en ontwikkelden ze Tony Hawk's Pro Skater 1+2, die vorig jaar verscheen. Die is te gek. De studio zal nu niet meer onder Activision fungeren, maar onder Blizzard Entertainment. Volgens de website Bloomberg werkt de studio nu aan de Diablo 2 remake, die volgens geruchten al een tijdje in ontwikkeling is, maar problemen, blablabla, bla bla, help, we hebben een betere studio nodig. Hier is Vicarious Visions. Ja, goed teken, want ze zijn natuurlijk afgeschrokken door die Warcraft 3-grap. Ja. En toen dachten ze, ja, hier moet iemand goeds voor hebben. Maar voor mij, hè, als leek, moet ik het maar even zien. Ja. Blizzard Entertainment en Activision, dat is toch één pot nat? Ja en nee. Ze zijn in principe allebei
inderdaad onderdeel van hetzelfde moederbedrijf. En dat heet nu Activision-Blizzard. Maar van wat ik er dus van begrijp, is dat ze nog wel zoveel mogelijk op zichzelf fungeren en dingen doen. Dus alleen maakt Activision op een bepaald moment het besluit van, doe er toch maar een beetje meer microtransactions in voor de stakeholders. Zo. Ja, waarschijnlijk. Ja, de invloed van Activision is wel duidelijk bij Blizzard erin gekomen, inderdaad. Dus Nee, duidelijk. Maar met dit soort acties merk je al dat de twee veel meer aan het mergen zijn, omdat ze inderdaad zeggen, oké, Vicarious, jullie gaan nu aan een Blizzard-ding werken. En het zou me niks verbazen als, stel dat het inderdaad de Diablo 2 remake is, die, ik denk dat dat best logisch is als dat inderdaad het geval is. Maar dan kan het dus net zo goed zijn dat ze daarna dan weer zeggen, oké, nu gaan jullie weer aan een ander Activision-project werken, weet je wel? Maar volgens mij heb jij daar wel zin in, hè, die remake? Nou, ik heb hier dus hele gemengde gevoelens over, Jeroen. En dat komt door Warcraft 3? Nee, dat niet eens. De remastered. Niet? De Reforged heeft jou niet meer gevoelens jawel, van maar oei. Dat betekent gewoon dat Blizzard doesn't give a fuck, zeg maar. En daar zit dus de grap. Activision does give a fuck. Want de Crash Bandicoot remakes waren te gek. De Spyro trilogy, ook van Activision, te gek. De Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, te gek. Wat ik dan zeg maar een soort van jammer vind, en dit vind ik dan vooral jammer voor de Spyro-fans, is dat het waarschijnlijk de bedoeling was, en ik zeg waarschijnlijk omdat ik weet niks officieels, maar het lijkt mij dat Vicarious Visions dan bezig was met Spyro 4. He, we hebben nu Crash Bandicoot 4, en in Crash Bandicoot 4 wordt ook wel sterk gehint naar Spyro 4. Die wordt dus kennelijk niet gemaakt door Vicarious Visions, want anders hadden we dat inmiddels wel geweten. Dus dat vind ik dan jammer, dat zij niet die kans krijgen om Spyro 4 te maken. Om toch een beetje die oudere franchise nieuw leven te blazen. Dus kan Vicarious Visions een goede Diablo remake maken? Sure, tuurlijk. Alleen Diablo 2 is wel een van mijn favoriete games aller tijden. En het Blizzard van nu, want dat moeten we niet vergeten, ze gaan onderdeel worden van Blizzard. Make no mistake. En het huidige Blizzard, wat ik net al zei, they don't give a fuck. En ik maak ze denken dat ze alles maar kunnen maken. Nou ja, ik maak me steeds meer zorgen inderdaad over de toekomst van mijn geliefde Blizzard. Wat ooit natuurlijk stond voor kwaliteit en stond voor gewoon, het was een gamers bedrijf, weet je wel. Wij maken gewoon fucking goede games. En we laten onze games de talking doen, zeg maar. En dat betekent niet dat ze nooit groot zijn geweest of wat dan ook. Maar en uiteindelijk werd het verhaal. You guys don't have phones? Ja, nee, precies. En het is, weet je, ik heb ook helemaal niks tegen een Diablo mobile game. Maar ja, dat je zo doof bent, zo niet meer weet hoe je fanbase werkt, dat je dat bij een fanconvention als einder van een show gaat aankondigen. Je bent gewoon fucking stupid. En dan al dat gedoe rondom Hearthstone eSports, dat iemand zijn support uitspreekt voor Hongkong en vervolgens compleet wordt geband. Maar nee, China, onze Chinese stakeholders hebben er niks mee te maken. Bullshit. Weet je al, gewoon dat gelieg in het gezicht van een fans. En dan komt daar inderdaad de grootste belediging nog wel van alles, is die Warcraft remaster, die gewoon echt, ja, die was echt bad. Dat was echt fucking scheid. En ik kan, en eigenlijk alles afnamen van mensen. Dus mensen konden niet meer die originele spelen, alleen nog maar de Reforged. Ja. Op de Battle.net, de officiële route. Er werd tegen ons gelogen. Er werd, want marketingmateriaal was totaal niet wat de Reforged bullshit was. Het was een super slechte remaster van een goede strategy game. En het is gewoon, ja, Blizzard is Blizzard niet meer van vroeger. Dat is wel duidelijk. Dus ik weet niet, en daarom ben ik misschien wel blij dat dan een ander bedrijf, Vicarious Visions in dit geval, dus de remaster gaat doen, of een remake. Ik denk dat dit een remake is. Dit kan je niet meer remasteren, lijkt me. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja, voor mij is het heel lastig, omdat Diablo 2 oprecht een van mijn favoriete games aller tijden is. Dus ik zit er heel sceptisch naar te kijken. En ik weet het, ik ben super sceptisch. Maar we hebben het afgelopen jaar gezien dat grote titanen kunnen vallen. Cyberpunk 2077. Zo, en hard. Dus dat dan een beetje cynisch zijn helemaal zo'n slecht idee nog niet eens is. Hoe groter ze zijn, hoe harder ze vallen. Ja. En het feit dat ze dan nu een studio
Stel dat dit waar is. We weten officieel niet of dit waar is, maar probably. Maar als we hiervan uitgaan. Dat betekent dus dat Vicarious Visions nu dus soort van gaat beginnen aan een Diablo 2 remake, remaster, whatever the fuck het gaat worden. Hoe lang gaat Diablo 4 dan nog duren? Is dat niet een apart studio? Ja, nee, tuurlijk, maar die is al onthuld met gameplay en al. Ja, die zal dan niet meer zo heel lang duren. Maar dan gaan ze dus eerst Diablo 4 releasen om daarna een Diablo 2 remake te doen. Je zou juist denken dat een Diablo 2 remake een soort van, oh hé, hey, hier is een remake van een oude game als een soort van, hè, opfrissertje, misschien, leuk. Nou, misschien was dat het originele plan. Maar is dat mislukt, omdat het gewoon niet lukte en dat ze nu een ander team ervoor hebben om het alsnog voor elkaar te boksen. En misschien kan het andere, het nieuwe team, heel veel voor elkaar krijgen met hetgene wat al wel gedaan is. Ik weet het niet. Ik denk dat we dat gewoon moeten afwachten. Ja. Maar goed, nogmaals, nog geen officiële bevestiging dat ze werken aan Diablo 2. Of überhaupt een remake van whatever van Blizzard. Maar wel dat ze dus bij Blizzard iets gaan doen. Het is sowieso een Overwatch remake. Een Overwatch remake ook, ja. Gewoon, nee joh, we gaan niet. Gewoon een Overwatch remake, ja. Oh, fuck it. We gaan gewoon niet eens deel 2 uitbrengen. Ik vind het misschien nog een goed idee ook. Ja joh, fucking Hanjo met zijn kutpijltjes, man. Ga dat nou eens een keer fixen, jongens. Die hitboxers, fik die Xbox. Hou toch eens een keer op, jongens. Ah, bah. Oké, ander nieuws dan over onze favoriete egel. Jee. Oh ja, Kamal gaat meteen alweer pitten. Oh, hè, wat? Riep je? Huh? Ja. Heb je die film nog gezien trouwens, of niet? Oh, die vond ik best leuk. Die vond ik wel entertaining of zo. Oké. Ja, ik vond hem ook wel leuk. Zal ik hem heel goed noemen? Nee. Maar hij was gewoon entertaining. Precies. Goed dat ze het ontwerp hadden veranderd. Dat wel, ja. Netflix heeft samen met Sega... aangekondigd dat ze werken aan een animatieserie gebaseerd op Sonic the Hedgehog. Het gaat Sonic Prime heten. Oké. En moet in 2022 te zien zijn op de streamingdienst. Dit nieuws is opvallend omdat we al een tijdje geen nieuwe Sonic game meer hebben kunnen spelen. De laatste release van de platform franchise was Sonic Mania Plus, wat weer DLC was voor de in 2017 verschenen game Sonic Mania. Wie de hoofdrol van Sonic gaat spelen in de nieuwe animatieserie is onduidelijk, want via Twitter kondigde stemacteur Roger Craig Smith aan dat hij na 10 jaar de rol verlaat. Het lijkt onvrijwillig te zijn omdat hij bij zijn bericht een gebroken hart plaatste en het was zeer kort afgeschreven. Het was niet zo van, hey, ik heb besloten om andere dingen te doen en blablabla. Maar het was gewoon, nou, dat was 10 jaar. Had a great run, gebroken hartje, egeltje, dingetje. Overigens is Netflix ook bezig aan een anime gebaseerd op Tomb Raider. Deze moet zich afspelen na de reboot-trilogie die eindigde met Shadow of the Tomb Raider. Een anime? Ja, een anime. Een Tomb Raider anime? Ja, waarschijnlijk een beetje in dezelfde trend als de Castlevania anime en de Dragon's Dogma. Maar die was wel vet van Castlevania. Maar Castlevania vind ik wat meer in die stijl pas of zo. Ja, ik ook. Zo'n anime. Ik ook. Ik weet niet of Lara... Dat is hetzelfde als met Devil May Cry. Dat is het vroeger ook meegedaan. Ja. Daar mag de Netflix Tomb Raider? Ja, ik weet ook niet. Maar een Sonic animatieserie. Kijk, de reden waarom ik het hier in het nieuws heb gedaan is omdat ik me inderdaad afvraag, waar de fuck blijven Sonic games? What the fuck is er aan het doen? Ja, maar hoe populair zijn Sonic games de laatste jaren geweest? Hoe goed verkocht het? Als je niks fucking maakt... Nou, maar dan krijg je ook niks. Hè? Dat is waar. Precies. Dat is waar. Dus what the fuck? Waar de... En Sonic is hun ding. Dat is Sega. Oké, ze hebben tegenwoordig ook Yakuza. Dat is heel succesvol voor hun. I get it. Maar waar de fuck is Sonic? What the fuck? We hebben nieuwe consoles. Nintendo Switch. Sonic is too fast for a game, man. Hey. Too fast. Hey. Too fast to capture on a game. Ja, nee, ik snap het niet. Ik snap het niet. Ik snap niet waarom de fuck we nu al het vierde jaar ingaan zonder nieuwe Sonic game. Sonic Mania Plus reken ik dan eigenlijk niet eens mee, want het is DLC op 2017. Toen kwamen Sonic Mania en Sonic Forces. Maar wat de fuck gebeurt daar, weet je wel? Wat zijn ze aan het doen, joh? Geen idee. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Moet ook zeggen dat ik niet heel erg diep in de Sonic lore en game zit. Nee, oké. Maar wat zou jij nog in een Sonic game willen zien? Zeg maar, wat moeten ze maken om jou... Nou, als ze dit doen, Kamman, dan ga jij ook gewoon voor een... Sonic survival game in het bos. Nee, ik weet het echt niet meer. Ik heb nooit mezelf heel erg in de Sonic games... gevonden. Ik heb wel de Sega, de oude Sega Genesis versie heb gespeeld.
En ik heb Mania op mijn Switch. Maar voor de rest heb ik het eigenlijk op geen andere console gespeeld of aangeraakt. Misschien omdat ik het platformen niet interessant genoeg vond. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar een oude Mario game of een Donkey Kong, dan had je altijd een bepaalde manier van platformen. En bij Sonic was dat echt totaal anders. Ja. En de on-rails gameplay van de wat nieuwere games, dat je gewoon eigenlijk boost raakt en je vliegt eigenlijk door het level heen. Ja, dat pakte mij ook niet zo. Ja. En nu dit doe ik waarschijnlijk de games gewoon eigenlijk tekort, maar het raakte me gewoon niet. Dus wat moet een nieuwe game hebben om mij over te halen tot die game? Is echt een hele moeilijke vraag. Ja, nou, ik heb zoiets van, jongens, maak gewoon even weer een big budget, gewoon vette 3D Sonic. Gewoon, waarom is dat zo? Ja, misschien kunnen ze mij daarmee overhalen, maar ik zou het niet weten. Waarom is het zo moeilijk? Dat is wat ik me altijd afvraag bij dit soort projecten. Maar ja, nou, oké, games maken is moeilijk. Maar het is moeilijk, maar je hebt toch gewoon een bepaalde basis, een core van waar de game over gaat, wat het is. Ja. Dan is het toch niet zo moeilijk om daar een verbeterde versie of een uitgebreide versie van te maken die niet flopt of sukt. Ja. Maar blijkbaar is dat niet altijd even gemakkelijk. Nee, vind ik jammer. Come back, Sonic. Kom maar terug gerend. Oké, dan nieuws over een van mijn favoriete franchises aller tijden. Nee, niet Diablo. Nee, ook niet Doom. Maar die andere waar ik het heel vaak over heb. Het Chinese bedrijf Tencent heeft namelijk een minderheidsaandeel overgenomen van Dope Knot Entertainment. De Franse studio staat voornamelijk bekend om de Life is Strange games. Yay, zijn we weer. Waarvan zij er 2 hebben gemaakt. Andere recente projecten van de Dope Knot studio zijn Tell Me Why. Gepubliceerd door Microsoft. Vind ik ook de gek aanrader. Vampire en Twin Mirror. Tencent weet al jaren aandelen te snoepen van allerlei studio's. Zo hebben ze meer dan de helft van Epic in handen. En hebben ze recent Clay Entertainment, de makers van Don't Starve, overgenomen. Alhoewel al hun aandelen. Ze blijven gewoon op zichzelf operationeel zijn. En hierdoor, omdat dit dus gebeurde, hè, wat aandelen weggekocht, hoe zijn ze nu onderdeel van? Hierdoor werd er online veel gevraagd over de samenwerking tussen Don't Knot en uitgever Square Enix, die de Life is Strange franchise in handen heeft. Gamejournalist Emily Rogers wist te vermelden dat de samenwerking tussen de twee partijen al lang en breed voorbij is. En dat Deck 9 Games vanaf nu games gaat maken in de Life is Strange franchise. Deze studio maakte eerder al de prequel Before the Storm. Dus het lijkt erop, als we hier vanuit moeten gaan, dat Don't Knot en Life is Strange, dat is voorbij, dat is finito. En de makers van de prequel gaan nu dus door met Life is Strange. Ja, ik heb zelf geen Life of Strange gespeeld, dus daar ga ik niks over zeggen. Het schijnt heel mooi te zijn. Dat Tencent al die aandelen koopt, dat geld is geld. Of je op die manier je geld wil krijgen en wilt dat China op die manier... Want ik weet dat China op het gebied van censuur in games best wel heftig is. En je merkt ook wel als een game iets doet waar de Chinese regering het niet achter niet eens mee is... Dan kan je best wel het haasje zijn, om het maar even zo te zeggen. Dan gaan ze eisen stellen en dreigen. Kijk, politiek weet ik er ook niet het fijne van, maar ik merk het. Ik heb er wel al meerdere dingen over gelezen. Ik denk van oei. En dan gebeurt dit. En denk van. Heel veel mensen vragen zich af: waarom zou je in godsnaam je aandelen verkopen aan een Chinees bedrijf Tencent? Nou, ik kan je vertellen waarom. Omdat. Geld. Daar kan je. Ja. Omdat niet alleen maar geld. Ja, tuurlijk, geld is leuk. Nee, ik weet wat je gaat zeggen, dus zeg het maar. Omdat namelijk alleen Chinese bedrijven mogen China markt, zeg maar, uitvoeren. Mogen games uitbrengen, ja. Precies. Dus Tencent, als je ineens zegt, hey, dit bedrijf is gedeeltelijk van Tencent, dan mogen ze dus hun games uitgeven in China. En make no mistake, daar, that's where the money is, inderdaad. Dus. Klopt. Niet daar verdienen ze mee. Ja, het is niet alleen maar het verkopen van die aandelen en het een beetje verkopen van je ziel. Nee, het is ook dat ze rechten krijgen dat ze in dat land games mogen verkopen. Maar ja, het brengt ook weer risico's met zich mee. Nou ja, als je inderdaad alles uit handen geeft. Ja, het is niet zo dat Tencent schijnbaar de macht uitoefent over zo'n studio. Maar het is inderdaad zo, je prioriteiten moeten dan op een gegeven moment wel een beetje die kant op. Want ja, hey, waarom heeft Tencent anders... Het is een aandeelhouder en aandeelhouders kunnen bepalen. Ja, daarom. Dus, zeker als een dit is een minderheid. Dus is dan dat als zij iets willen en de rest van de aandeelhouders zeggen... Ja, maar hey, Tencent, heel leuk. Maar daar zijn we niet mee eens. Dat gebeurt niet. Maar wat zei je? Clay Entertainment hebben ze overgenomen. Ja, daar hebben ze dus 100% de aandelen van. Clay Entertainment zegt dus...
dat ze zelf de creatieve invulling en zo, dat blijven ze behouden. Ze blijven gewoon doen wat ze doen. Alleen ja, ze zijn van Tencent. Ja, weet je, ik kan ook wel zeggen van ja, ik heb een baas waar ik voor werk, maar ik bepaal gewoon lekker zelf mijn rooster. Maar op het moment dat mijn baas me belt van Jeroen, ja weet je, je komt dienst kort maandag extra werken om dat goed te krijgen. En dan moet ik ja zeggen, want als ik nee zeg, ben ik haasje, weet je. Ja. Dus in dit geval ook, als Clay zegt van ja, we gaan deze game maken en Tencent, of die wordt misschien weer door de Chinese regering aangesproken van hey, leuke game, maar gebeurt wat in wat wij niet zo cool vinden. En dan zegt Tencent, oh, regelen wel. En Clay zegt, ja, maar we hebben onze eigen. Dan zegt Tencent, nou, dan geld terug. Ja, weet je, dan ja, investeren we niet meer. En dan heb je toch een wat minder sterke positie, denk ik, als Clay Entertainment bijvoorbeeld zijn. Maar goed, ja, als het uiteindelijk echt helemaal naar de shitter gaat, dan zeggen mensen binnen Clay Entertainment gewoon, oké, we stoppen ermee, doei. En dan... Ja, tuurlijk. Maar je krijgt gewoon, zeker als één bedrijf uit één land alle macht heeft of alle aandelen. Nee. Je hebt gewoon een risico. Dan nog even over Life is Strange en Deck Nine. Vind ik dat een goede combi? Ja, want Before the Storm is eigenlijk best goed. En waar ik dan heel enthousiast over ben, is dat ze daadwerkelijk doorgaan met Life is Strange. Waar ik dan weer heel sceptisch over ben, is hoe gaan ze hiermee door? Want Life is Strange 1 en 2 zijn eigenlijk compleet aparte verhalen. Die hebben bijna niks met elkaar te maken. Ik ga niet zeggen wat ze wel met elkaar te maken hebben, want spoilers. Maar, weet je al? Dus ik weet niet of ze dan daadwerkelijk door willen met bepaalde personages, of dat ze diezelfde route weer gaan inslaan. Dat ze zeggen, oké, deel 3 wordt weer een compleet apart verhaal, maar wel in dezelfde universe. Ja, precies. Ik ben heel benieuwd. Maar, meer Life is Strange. Let's go. Ik weet namelijk niet of Dontnod het nog in zich heeft om het niveau van vroeger te bereiken. Ik vond Tell Me Why, die kwam vorig jaar uit, vond ik wel heel tof. Echt heel tof. Met hier en daar dus ook een beetje die Life is Strange vibe, dat ik zo zat achter mijn computer. Maar het is het net niet. Het is allemaal te klein van schaal. Het is te... Ik weet niet. Het is... Ik denk niet meer dat ze die magic touch hebben, als ik heel eerlijk ben. Heeft Deck Nine dat wel? Geen idee. Het nadeel natuurlijk is dat ze dus een prequel hebben gemaakt die wel het origineel beter maakt. Maar als je het origineel niet gespeeld hebt en je gaat Before the Storm doen, dan snap je de helft waarschijnlijk niet qua hints en waarom dat impact moet hebben. Dus... kunnen ze het op zichzelf? That's the question. En daar gaan we shall see. We shall see. Hopelijk heel snel achterkomen. Want hoe meer Life is Strange, hoe beter. Nou ja, dat zeg ik nu wel. Dat is misschien ook niet. moet ik maar uitkijken met dat soort dingen. Oké, next up is Returnal. Yay! Dit is een game waar wij ons op moeten verheugen, Kamal, want wij hebben een PlayStation. PlayStation 5. Oh, we hebben PlayStation 5, ja. Yay! PlayStation 5 Exclusive Returnal is uitgesteld. De roguelike shooter gemaakt door Housemarque, bekend van Resogun, Dead Nation en Alienation. Die zou eerst 19 maart verschijnen, maar komt nu 30 april naar de console. De reden is omdat ze nog ietsjes meer tijd willen om de game te polijsten. Waar hebben we dat eerder gehoord? Cyberpunk. Maandje of twee, ja precies. Ja, ik wil hier eigenlijk wel in geloven, soort van. Ik bedoel, het is anderhalf maand uitstel ongeveer. Heb jij zin in deze game? Nou, eigenlijk, nee. Ik wist dat niet. Nee. Deze ging komen. Het is niet echt een game waar ik vanaf het begin af aan al in de hype chair zat. Ik moet wel heel eerlijk bekennen dat door alle kefaffel rond Cyberpunk en zo, dat soort hype... Hype. Ook is aangetast. Hype. Ik ben heel snel een stuk sceptischer als ik naar een nieuwe game kijk. En ik pak nu even snel voor mezelf weer even een beeldje erbij. En in de trailer ziet het gewoon prachtig uit. Alleen, hetgene wat ik weet is dat als je doodgaat begin je opnieuw. Ja. Roguelike. Maar voor de rest, no clue. Ja, ik weet dat Housemarque kan in ieder geval hele goede arcade-achtige gameplay kunnen ze in ieder geval wel doen. En ik vind het wel een tof idee dat we een big budget roguelike krijgen. Het zijn toch altijd wel vaak indie games, weet je wel, die roguelike-achtige dingen. Dus ik vraag me af hoe dat dan gaat werken in in dit geval 60 of zelfs 70 euro game, als het aan Sony ligt. Ja, weet je, de omgevingen die ik in de trailer zie, prachtig. De effecten, prachtig. Maar of ik de gameplay die erbij past en hoe jij elke keer beter wordt in die wereld, of sterker wordt en langer kan overleven,
Ja, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Het trekt me niet. Dit is niet een type game die ik zelf day one zou willen spelen. Nou, ik heb hier wel zin in. Alleen vind ik de naam een beetje slecht uitgekozen. Want? Doom Returnal. Ja, ik bedoel, het klinkt toch gewoon als Doom Returnal. Dat klinkt gewoon veel beter nu. Doom heeft het Doom Returnal. Ja. Het klinkt gewoon als Doom Eternal. Returnal. Maar Jim, misschien wordt de volgende Doom wel Doom Returnal. Dat zou ik fucking lauw vinden, dat ze dat gaan poelen. Ja, fuck jullie. Waarschijnlijk heeft Sony dat ergens vastgelegd en zo, met rechten en zo. Probably. Dat denk ik ook. Uit het niets hebben THQ Nordic en ontwikkelstudio Experiment 101 releasedatum aangekondigd voor Biomutant. Dit is een open-world action-adventure die al jarenlang in ontwikkeling is. De game was bijvoorbeeld speelbaar op Gamescom 2018 en Gamescom 2019. Maar er waren lange periodes van stilte en dus geen game development updates. De reden hiervoor, zo meldde de studio ook meteen, is dat ze meer bezig waren met het goedmaken van de game dan in plaats van iedereen continu op de hoogte willen houden. Biomutant verschijnt op 25 mei voor PC, PlayStation 4 en de Xbox One. En ja, er komen collector's editions. Ja. Ik kan me nog herinneren hoe hyped jij en volgens mij ook Vincent waren voor deze game op Gamescom. Toen we het zagen en de beelden en volgens mij E3 ook. Ja, het heeft een heel kleurrijk en apart design. En juist door wat er nu gebeurd is, de stilte, de extreem lange tijd dat je er niks van gehoord hebt, maak ik me wel een beetje zorgen. Of de game, laat maar zeggen, of ze nu hebben van ja, weet je, beter dit wordt niet, gooi het er maar uit, want anders verliezen we alleen maar geld. Een beetje de trend van niet geschoten, altijd mis. Ik zit nu dan even wat beelden terug te kijken van iemand die het over een demo heeft. Van een paar dagen terug. Ziet er wel leuk uit. Maar hoe lang is dit geleden dat het voor het eerst bekend werd, deze game? Nou, dat is denk ik echt al 5 jaar geleden of zo. Dus ja, echt. Ja, echt. Nou ja, kijk, weet je wat het wel is? Dit is een game die wordt gemaakt door 20 mensen. Dat weet ik dan ook al. 20? Ja, 20 man. En als je inderdaad zo'n ambitieuze game gaat neerzetten, ja, dan kan ik ergens ook wel begrijpen dat je dan misschien gewoon heel lang je bek houdt. Zeker als die financiële mogelijkheid er is. En die is er bij THQ Nordic, want die hebben kennelijk van die Harry Potter zakken, zeg maar. Dat blijft maar doorgaan. Dan kan je bekant induiken en weet je wel. Want die kopen alleen maar licenties en franchises en studios op. Dus ja, ik kan dan ook wel weer begrijpen dat ze, zeker als THQ Nordic dan niet de marketing doet, dat je dan ook gewoon, ja, gewoon je bek houdt en gewoon lekker door gaat ontwikkelen. Ik bedoel, we weten allemaal hoe het is afgelopen met No Man's Sky, wat natuurlijk ook een klein teampie was. Klopt. En die zeiden heel veel dingen. En daar kwam, maar deden heel weinig, ja, precies. En daar kwam uiteindelijk niet heel veel van waar. Inmiddels wel, na jaren doorontwikkeling. Hè? Dat is een beetje Story of Redemption voor Hello Games, de makers van No Man's Sky. Maar ik ben echt heel benieuwd naar deze game. Want wat ik zo verfrissend eraan vind, is dat het gewoon een ander design is. Het is niet gebaseerd op iets. Het is, hè, het is weer wat dat ik denk, oh ja, dat lijkt me wel leuk. Gewoon een beetje hakken, een beetje knallen. Maar ja, daar heb je inderdaad ook een punt. Het is een keer wat anders. Het is niet ergens op gebaseerd. Ja, en het is dan wel weer een open world game. Dus in die zin is het wel weer een beetje pak deze outpost, pak deze toren, whatever. Maar ik vind gewoon het design vind ik interessant en anders. Waardoor ik zoiets heb van, ja, dit is wel tof, hè. Dit is geen Assassin's Creed, dit is geen Far Cry, dit is geen Ghost Recon, generic military. Het is ook geen generic fantasy. Het is een beetje cartoony met guns en ook met zwaarden, weet je. Dus het heeft een beetje van alles en nog wat. De gekke monstertjes. De gekke monsters, ja. Nou ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik denk dat ik eerst ga kijken hoe het bij jou eruit ziet en dan zie ik wel weer verder. Ja, op de RTX 3090. Blabla. 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 Gewoon heel veel dingen. Ja, nee, zin in deze stiekem. Eind mei dus, 25 mei, Biomutant, dan komt hij uit. Gaan we naar Nintendo! Want, goed nieuws hoor. Goed nieuws voor Nintendo Switch voornamelijk. Want tering, ze gaan als een trein. Tijdens de laatste kwartaalcijfers van Nintendo is bekendgemaakt dat de Nintendo Switch, let u op, 79,87 miljoen keer is verkocht. Zeg maar gerust, 80 miljoen. Dit maakt de console handheld hybride groter dan de 3DS, die goed was voor bijna 76 miljoen verkochte exemplaren. De best verkochte game op de Nintendo Switch is nog steeds Mario Kart 8 Deluxe, met 33,41 miljoen verkochte exemplaren.
Animal Crossing New Horizons is de op één na populairste game met 31,18 miljoen. Dit is heel erg knap, aangezien de game pas sinds afgelopen maart verkrijgbaar is. Pokémon Sword and Shield zijn meer dan 20 miljoen keer over de toonbank gegaan. En dat is de eerste keer in de Pokémon franchise sinds Gold and Silver uit 1999 dat het zoveel verkocht is. Dus, het is wel bizar, hè, om dit zo te lezen. Superveel kritiek op Sword and Shield. Ik vond het er ook voor gemeter uitzien. Mensen boycott Sword and Shield. Nou jongens, goed gedaan. Goeie boycott. Holy fuck. Ja, je ziet gewoon waardoor de reden, eigenlijk waarom ze minder games maken. Want ze verdienen toch klauwen met geld. Ja. Waarom er geen nieuwe Metroid is, waar jij heel erg teleurgesteld door bent. Waarom er geen nieuwe Mario Kart Deluxe is. Want het wordt toch als warme broodjes over de toonbank heen gerold. Nou ja, we hebben hier in de Gaming Geeks app hebben wij hier wat discussies over gehad. Ik ben namelijk van mening dat, alhoewel ik heel erg in ben voor het porten van Wii U games en dat soort dingen. Weet je, daar heb ik op zich niks op tegen. Maar ik vind de output van interessante games voor Nintendo in deze Switch-generatie bizar weinig. Ik vind het echt weinig. Er is heel ze hebben echt weinig interessante Switch-only games gemaakt. Zelda, Mario Odyssey. Mario Kart is ook een Animal Crossing voor sommige mensen dan. En Sword and Shield. Ja. Maar dat zijn wel. Hebben we al een beetje, toch? Nou ja, Smash. Luigi's Mansion 3 is dan al geweest. Luigi's Mansion, ja. De Link's Awakening remake. Maar daar ga je al. Dat is weer een remake. Een remake, precies. Op zich, er zat heel veel liefde en moeite in. Ik bedoel, ik heb niks tegen de games die er zijn aan zich. Maar er is zo weinig. En Nintendo hoeft nu niet meer zorgen te maken over een console en een handheld. Weet je wel, dat is nu gewoon één ding. Dat is de Switch. En dat is fucking geniaal. Maar dan zou je dus denken dat ook de output qua games gewoon hoger wordt. En ik vind het eigenlijk bizar dat we nog maar één nieuwe Mario sportgame hebben gehad op de Switch. Mario Tennis Aces. We hebben geen voetbalgame, we hebben geen golfgame. We hebben geen, weet je wel, waar de fuck is al die Mario? Lauwe Mario shit. Ja, precies. Waar is een tweede Mario Party? Weet je wel, waar is Wario Land? Waar is F-Zero? Waar is Punch-Out? Waar is... Dat ze Star Fox dan nu even on hold zetten, dat snap ik wel. Na dat miserabele Star Fox Zero op de Wii U. Maar waarom duren al die Wii U-ports ook zo tering lang? Nu je zegt Wario Land, het lijkt me echt cool om die in op een Switch te hebben. Ik heb die op de Game Boy nog gespeeld. Die was zo leuk. Ja, ze hadden er ook eentje op de Wii. Shake Dimension, dan zou je wel even die controls van dat Shake even moeten aanpassen. Maar die was geniaal. Die was te gek. Oh ja, en we hebben een Kirby-game gehad op de Switch, maar... Kirby is inmiddels zo uitgekoud en achterhaald. En nog een Yoshi-game. Yoshi. Oh ja. Met ook weer bijna exact hetzelfde idee als die van de Wii U. Dus het is allemaal... Snap je, de creativiteit is er gewoon niet meer. En tuurlijk, ik roep nou wel... Maak een nieuwe F-Zero alsof dat dan zo fucking creatief is. Maar dan denk ik wel... Jezus. Er zijn zoveel IP's waar ze nog wat mee kunnen doen... Waar normaal gesproken altijd wel minimaal één game van is, wat nu gewoon niet gebeurt. Ja, maar ja, goed. Je ziet de reden, ze verdienen al klauwen met geld aan oude games. Dat is inderdaad het frustrerende. Ik kan hier wel gaan zitten schreeuwen dat ze meer creatieve dingen moeten doen. Maar goed, ja, ondertussen heb ik ook zoiets van, dat Super Mario 3D World ziet er leuk uit. Ik heb nooit een Wii U gehad. Komt over 10 dagen of zo, komt het uit. Ja, ik heb er wel weer zin in hoor. Een 3D Mario game die ik nog niet heb gespeeld, want Wii U, ja, waarom niet? Ze verdienen klauwen met geld. Dus al deze kritiek kan daardoor helemaal... kan gewoon weggeblazen worden. Want ja, het is een beetje gone, zeg maar. Ik mis gewoon een beetje de soort van nieuwe boost. Kijk, er zijn een aantal franchises die worden wel bediend. En ik vond het dus echt een verrassing dat ze Luigi's Mansion bijvoorbeeld weer een kans gaven. Maar ik mis gewoon de andere franchises die ze doen. Zeg maar. Weet je wel? Het zijn allemaal nu soort van dezelfde. Ik lees hier ook toevallig nu in de chat dat iemand zegt... Xenoblade Chronicles. Nou, zoveel fucking JRPG's hebben we nou al gehad. Fuck dat. Fire Emblem. Fire Emblem wordt fucking uitgekoud. Er zijn 1400 Fire Emblem games inmiddels. Weet je wel? Ga eens wat anders doen. And I get it. Dat je een Fire Emblem game op de Switch hebt, sure. Maar als je geen interesse hebt in Fire Emblem... maar wel in de 14 andere Nintendo franchises... het is alsof ze zichzelf heel erg beperken. En het is niet nodig. Het is echt niet nodig. Die Prime Trilogy.
Metroid Prime Trilogy. Kom nou maar gewoon met die shit, want ik betaal er wel weer 60 euro voor, hoor. Ja, Jim, je bent ook aan het klagen over 3D All-Stars. Klopt. Dat klopt helemaal. En ik ben erin getrapt. En in een Prime... Ja, ik ook. In een Prime Trilogy... Ik zou er zo weer in trappen, want de Prime Trilogy is fucking lauw. En het is even weer compleet wat anders dan, dat zeker. Dan een Fire Emblem Japanese anime bullshit. Want daar ben ik misschien gewoon een beetje klaar mee. Met al die Japanse artstijl en zo op de Switch. Is dat het? Is dat het dan? Heb ik gewoon een aversie tegen Japanse artstijl? Misschien. Ik weet het niet. Kan. Het is gewoon... Ja, misschien ben ik ben waarschijnlijk gewoon een oude man die aan het klagen is. De goede oude tijd. Nee, maar ik meen het. De GameCube was de meest... Zo creatief is Nintendo nooit meer geweest sinds de GameCube. Ik zou de Wii daar echt ook... heel veel. Ik zou de Wii daar zelfs ook nog bij willen pakken. Omdat je toen ook Excite Truck had. Wat, tuurlijk, het was een launch game, bla bla bla. Maar het was wel een fucking grappig spelletje. En Punch-Out brachten ze terug, weet je al? Brah, geef me meer van dat soort shit gewoon. Ik wil meer van dat soort shit. Ja, maar ze hebben gewoon... je merkt gewoon, er is gewoon nog niet alles uit dit apparaat gehaald op het gebied van de games. Oh, zeker niet. Nee. Dat is zeker waar. En daarom vind ik het jammer, want ik vind de Switch een prachtig apparaat. En ik ben niet de enige, want hij heeft 80 miljoen. Maar ik denk dan gewoon... Nintendo, je hebt zo'n breed scala aan toffe franchises... die andere type publiek kunnen aanspreken. En wat ik al zei, dan vind ik Luigi's Mansion 3... vind ik dan echt te gek dat ze dat doen, weet je wel. Maar dan denk ik, meer van dat. En wat minder Mario en wat minder ports. Of nou ja, doe die ook maar. Maar waarom steek je zoveel moeite in fucking ports? Weet je wel, waarom duren die ports zo lang? Yep. 2021 en we zijn nog steeds Wii U games aan het porten. What the fuck? Ja, en die port van 3D All-Stars, die was niet eens echt een port. Nee, het was gewoon een emulator. Maar ook dat, zeg maar. En daarom maak ik me dus ook echt zorgen. We hadden het in die, nou, wat ik al zei, in die Gaming Geeks app hadden we het erover. Dat dit jaar dus Zelda 35 jaar bestaat. En Metroid 35 jaar bestaat. Wat gaan ze daarvoor doen dan? En ik mag hopen... dat voor de 35e verjaardag van Zelda... dat die Breath of the Wild sequel er dan al uitkomt. Lijkt me. Ik zou het gaaf vinden als ze die Wii U HD-ports... van Twilight Princess en Wind Waker... eindelijk een keer over zouden brengen. Want waarom die nog lang niet gepoort zijn... daar snap ik ook geen reet van. Maar ja, dat soort... En dan met Metroid. Wat gaan ze doen met Metroid? Gaan ze dat gewoon compleet negeren... dat 35 jaar bestaat? Schande. Jim, Metroid, wat is dat? Ik heb nog nooit van Metroid gehoord. Een van hun beste franchises gewoon. Ik ben meer fan van Metroid dan dat ik fan ben van Zelda. Ik ben waarschijnlijk in de complete minderheid, maar... Het is zo ja, dat maakt niet uit. Kan toch? Het is zo goed, jongens. Fucking hell. Dat heerlijk. Nou, even van de Nintendo Rage naar een andere Rage gaan dan maar. Is het een Rage? Nou ja, kom er maar aan. Zijn we er klaar voor? Ja hoor, dan doet mijn knopje het weer niet. Het gaat echt heel erg gesmeerd, dit. Gaat heel goed. Misschien is het gewoon omdat dat ding moet het inladen... en dan denkt hij, ik wil niet meer, Jim. Ik wil niet meer gewoon. Waarom moet het hier nou weer over... Ja, eindelijk. Nou, ik heb hier gewoon geen verdriet bij, hoor. Nee. Sterf maar gewoon lekker. Welkom, weg ermee. Welkom bij de soap. Die Google Stadia heet. Dit is inmiddels seizoen 20, aflevering 1403, denk ik. Google heeft via een blogpost aangekondigd... dat zij alle first-party studios voor Stadia gaan sluiten. Stadia is de streamingdienst van Google... waarbij je games direct naar je PC, televisie, smartphone of tablet kan streamen... Het lanceerde in november 2019 met gemengde geluiden. De dienst is in principe gratis, maar je moet wel de volle map betalen voor games. Als je hoge kwaliteit streams wilt, met 4K resoluties en goede framerates... dient een Stadia Pro abonnement te worden aangeschaft die 10 euro per maand kost. Naast games van andere partijen was Google dus in eerste instantie van plan... om ook zelf games te ontwikkelen, die gamers naar de dienst moesten lokken. Hiervoor hadden zij Jade Raymond, producent van onder andere Assassin's Creed... in Montreal met een studio... Shannon Studstill, die jarenlang God of War studio Sony Santa Monica geleid heeft... die stuurde een team aan in Los Angeles. Welke games deze teams aan het ontwikkelen waren, dat is nooit bekendgemaakt... maar dat is nu dus allemaal dood.
Wat er met Typhoon Studios gaat gebeuren is onduidelijk. Deze partij werd afgelopen jaar overgenomen door Google om te werken aan Stadia Games. Zij hebben de ontdekkingsgame Journey to the Savage Planet gemaakt, die deze week nog op Steam verscheen. Wat nog onheilspellender is voor de dienst, is hoe er in de blogpost gecommuniceerd wordt over Stadia. Phil Harrison meldt namelijk dat ze actief op zoek zijn naar partners die gebruik willen maken van de technologie achter Stadia. Dit lijkt te doen vermoeden dat Google erop uit is de tech achter de dienst te verhuren of verkopen, om vervolgens Stadia zelf af te sluiten. Dat laatste is dus enkel en alleen een suggestie. Behalve dan dat dat hetgeen wat Phil Harrison heeft gezegd, dat heeft daadwerkelijk gezegd. Ja, pijnlijk. Erg pijnlijk. Oh, het einde is nabij. Echt waar. Dit is het begin van het einde voor Stadia. En ik blijf me elke keer verbazen over hoe Google het voor elkaar krijgt. Een van de machtigste techbedrijven op deze planeet met een oneindige... Je had het over THQ Nordic, maar deze zakken... Oneindige berg met geld. Mensen die verstand hebben van gaming, zou je denken. Phil Harrison bijvoorbeeld, die heeft hiervoor bij PlayStation en Xbox gewerkt. En hoe ze het dan voor elkaar krijgen om zo'n slechte dienst af te leveren met zo weinig fucking features en zo weinig begrip voor hoe de gaming-industrie in elkaar zit. Het is ongelooflijk. Ja, en ook gewoon stelletje koppige mensen aan één manier van doen vast blijven houden. Ja, want ze hebben eigenlijk nooit in overweging genomen dat ze misschien een abonnementsservice zouden moeten zijn, à la Netflix. Want dan ben je daadwerkelijk de Netflix van games. Bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld hoe een Nvidia Now zijn ding doet. Ja. Want daar, ik moet wel zeggen, die heeft volgens mij een lagere resolutie dan wat Stadia biedt. Maar als je daar een abonnement neemt, dan is het niet de games die je daarna nog op dat platform moet kopen. Nee, je kan gewoon inloggen met je eigen Steam, je eigen Epic, je eigen Origin. En dan speel je vanaf hun servers die game. En als een Stadia dat had gedaan, waren er ook heel veel zorgen weggenomen. Want bij Stadia moet je een abonnement betalen, je moet de game op het platform betalen en kopen. En die heb je geen enkel ad naar platform. Dus op het moment dat zie je de stekker eruit trekken, ja, dan ben je gewoon het haasje. Dat heb ik al eens eerder in deze podcast gezegd, maar dan ben je echt de sjaak. Dan ben je gewoon je geld kwijt. Ja. Dus je game is gewoon weg, want de licentie staat bij Google op de server en niet op jouw computer. Ja, ik kreeg van iemand een berichtje van, oh, misschien gaan ze wel alles refunden. Ik zei, nou, vergeet het maar hoor. Never, nooit niet. Als ze jou niet hoeven te refunden, en dat staat waarschijnlijk in de algemene voorwaarden, dat voor het geval dat de studie... je krijgt een licentie, je koopt een licentie om toegang te krijgen tot het streamen van de game, zolang Stadia op hun service. Ja, precies. Exact. Op hun service. En daarna, als de service ermee stopt, ja, dan heb je pech. Ja, heb je en ik weet niet hoe er, of in de rechten van de mens, in de zin van in de wetteksten van Nederland, Europa, Amerika, nog iets staat van, als je een product koopt, mag je ervan uitgaan dat die zoveel jaar meegaat. Bijvoorbeeld met een wasmachine of een tv. Er zit 2 jaar garantie op, maar gaat die na die 2 jaar kapot, kan je nog steeds zeggen, ja, ik heb er zoveel betaald. Dan mag je vanuit gaan dat hij meer dan 5 jaar meegaat. Of 5 jaar meegaat. En dan moeten ze een soort van middenweg gaan zoeken. Van we betalen de helft van de reparatie. Hierbij, hoe lang heeft deze service bestaan? Kan je best zeggen, ja, als die volgende maand opgegeven wordt, kan best een rechter zeggen van, Google, heel leuk. Maar mensen hebben heel veel geld betaald. Minimaal de helft moet je terugbetalen. Want je mag er vanuit gaan dat zo'n service opstart door jullie, dat het minimaal 2-3 jaar draait. Ik durf te wedden dat we nog voordat dit jaar voorbij is, dat Google in ieder geval aankondigt dat ze gaan stoppen met Stadia. En dan krijgen we zo erg? Dan krijgen we waarschijnlijk zo van, hey, we gaan ermee stoppen en de servers gaan dan dicht in de zomer van 2022 of zo, weet ik veel. Dus je hebt dan nog 6 maanden om jouw huidige games die je hebt gekocht nog te spelen. Uitspelen, ja, maar precies. We laten dan geen purchases meer toe. Weet je al dat je zo'n uitrol doet? Niemand heeft het over Stadia verder. Niemand heeft het erover. Niemand gebruikt de fucking dienst. Ze zeggen dat ze met Cyberpunk 2077... dat voor hun de motivatie was om de first party studios te sluiten. Dat ik denk... hè? Ik bedoel, ik geloof heus wel dat Cyberpunk een hitje voor hun is geweest. Relatief gezien. Zeg maar, als je dat gaat vergelijken met andere games die... het aantallen die daarop zijn verkocht. Durf ik heus wel te geloven dat Cyberpunk daar best goed op heeft gedaan, want hype overal. Maar
Niemand gebruikt fucking Stadia. Echt niemand gewoon. Heel weinig in ieder geval. En dat komt gewoon omdat ze nog steeds features die ze beloofd hebben, zijn nog steeds niet actief. Het is nog steeds niet de dienst die ze hadden beloofd. Inderdaad, wat jij zegt, het vertrouwen in het bedrijf is er gewoon niet. En was al, bij de aankondiging waren mensen daar heel sceptisch over. Van, ja, maar als ik een game op Steam koop, heb ik die kans ook. Maar Steam is al zo lang aanwezig. De kans dat die onder de grond gaat, is niet zo groot. Maar Google doet dit wel vaker. Waar ligt de rechter? Wie heeft de game? Google heeft de game. Maar ook de support voor Stadia vanuit Google is een drama. Want ze hadden afgelopen najaar hadden ze een nieuwe Chromecast. En daar kon geen Stadia op. Dat moet er of nu nog steeds gepatcht in worden, zeg maar, met een firmware update. What the fuck, Google? Ik bedoel, Google zelf heeft er dus zo weinig vertrouwen in dat hun paradepaardje, de Chromecast, Google TV, whatever the fuck, kon niet één Stadia afspelen. Het is echt een schande. En ik heb voor de gein op mijn telefoon staan. Niet dat ik er ooit wat op gekocht heb, maar we zijn nog steeds gewoon in de status dat er dus geen fucking zoekbalk is. Ik blijf dit elke keer aankaarten. En je zou denken, het is een klein dingetje, waar maak je druk over? Maar er is dus geen fucking zoekbalk in de Google Stadia Store. Dus je moet alle games langs bladeren om degene te vinden die jij zoekt. Maar moet je dus nagaan. Een dienst van Google heeft geen zoekbalk. Heeft geen zoekbalk. Dat is zeg maar waar je heel Stadia, dat is hoe faalhazerig Stadia is. En ik vind het ook, en wat ik niet begrijp, en daarom denk ik dus echt dat dit het begin van het einde is, want je kan letterlijk niemand overtuigen dat het ooit nog goed gaat komen met Stadia als je hun first party studios killt. Want wat lokt mensen op dit moment naar een Netflix, naar een Disney Plus, naar een hun eigen producten? Exact, naar Amazon Prime Video wilde ik nog zeggen. Naar Amazon Prime Video ga je voor de fucking boys. En straks hopelijk voor hun The Lord of the Rings. Naar Netflix ga je... In het begin was het de Grand Tour natuurlijk. Ja. En bij Netflix heb je... Nou, nu heeft Disney heeft al die Marvel-series, maar dat was op Netflix eerst ook. Dus je hebt gewoon... Netflix heeft zijn eigen originals. Ieder heeft zijn eigen originals. En met een Stadia, dan heb je bepaald... Ja, maar die kan ik ook gewoon op mijn PC spelen, want die is sterk genoeg. Of die kan ik gewoon op mijn PlayStation spelen. Of... Ja. Er is letterlijk geen reden om Stadia te gebruiken. Er is geen reden om jouw €60 bij Stadia neer te leggen in plaats van een PlayStation of een Xbox. En je zou, de Google spokesperson zou dan tegen mij zeggen, ja, maar voor de PlayStation 5 moet je €500 neerleggen voor een box. Dat klopt. En dan is die wel van jou. En dan staat die box inderdaad bij mij. En dan weet ik dat die game bij mij gaat draaien. En als die game niet draait, krijg je een Cyberpunk 2077 situatie. Refunden die teringzooi. En dat is... Ik kan niet begrijpen hoe fucking doof ze zijn geweest het afgelopen jaar. 0, nooit naar fucking feedback geluisterd. Nog de helft van hun features zit er nog niet in. Het is een fucking farce. En de library is schandalig slecht. Het is echt ongelooflijk. Dus misschien ben ik er ook gewoon stiekem op aan het verheugen dat Stadia doodgaat. Gewoon alsjeblieft, ga dood, Stadia. Ga dood. Hou er dan gewoon mee op. Als je niet de moeite en als je niet wil luisteren naar wat mensen te zeggen hebben, ga dan gewoon weg. Dan willen we je ook echt niet gewoon. Dat gevoel heb, dat sentiment heb jij natuurlijk wel heel snel had jij dit. En bij mij was het nog zo van, het idee, je kan er best wel vette shit mee doen. Kijk naar zo'n Nvidia Now, daar kan je al best wel dingen mee doen. Dat ik denk van, er zijn momenten dat je op je telefoon of op een console of een apparaat die niet zo krachtig is, of je hebt geen zin om heel veel geld uit te geven op dit moment aan een upgrade, dan kan je voor een relatief laag bedrag die game naar jezelf streamen. Er was een bepaalde platform, dat heette Shadow. Dan kon je een hele server afhuren, gewoon om op de computer, om te editen, om te doen, maar ook op te gamen. Dus dat heeft gewoon echt wel potentie. Op het moment dat jij goed internet thuis hebt, hoef je in principe je apparatuur niet meer te hebben. Maar dat dan Stadia eigenlijk dat idee of dat plan zo erg de grond inboort of niet goed uitvoert, dat is zonde. Maar echt zonde. Ja. Want wat ik al zei, ze hebben alle potentie. Het is... het is een... Ja, het is Google. Dus ja. Het is Google. Dat is jammer. Weer een product wat op de Google kerkhof... maar dat is de reden waarom mensen er geen vertrouwen in hadden. En nou ja, dat is vaak gebeurd. Wat blijkt nu, fucking terecht ook. Dus ja, blijf fucking zonder dit en sterf gewoon. Sterf nou maar gewoon, Stadia. Sterf nou maar gewoon. Het is klaar.
Is fucking klaar nu. We zien het allemaal. Dus dat. De bloemen liggen al klaar. Ja. Ja. Overigens waren er schijnend ook dat er allerlei projecten in ontwikkeling... Ja, tuurlijk. Er waren allerlei projecten in ontwikkeling. En... Maar dat ook, zeg maar. Ze hebben nooit kunnen bewijzen waarom cloud gaming lauw is en zo. En er zijn nu ook weet ik hoeveel getalenteerde game developers waarschijnlijk... die nu ook zonder werk zitten, weet je al. Die hebben nooit een fucking ding überhaupt kunnen laten zien waar ze... Nou, goed. Ja, zonde, man. Ik word, zeg zonde. Ik kan hier heel boos over worden. Ondertussen bij betere diensten... een nieuwe maand is aangebroken en dat betekent dat we weer nieuwe games kunnen downloaden op de abonnementsdiensten van de grote consoles. Bij Xbox Live Games with Gold komt deze maand bijvoorbeeld beschikbaar Gears 5, Dendara Trials of Fear Edition, dat is een platformer, Resident Evil, de eerste, HD, Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Goh, waar zou dat mee te maken hebben? Misschien iets met Bethesda en een Indiana Jones game? En Lost Planet 2, dus dat is een prima line-up. Met name Gears 5 is te gek. Dus mocht je Xbox Live Gold hebben, zeker deze even toevoegen. Nou, sowieso allemaal toevoegen aan je bibliotheek natuurlijk, zoals altijd. Voor leden van PlayStation Plus is nu te downloaden Concrete Genie, Control Ultimate Edition op zowel PS4 als PS5 en Destruction All-Stars op de PlayStation 5. Ook een killer lineup. Nou, ook een killer line-up. Nou, ik moet de laatste twee nog eventjes claimen, want Concrete Genie die, is al een bezit van... Van Bobby, die had hij helemaal op de PlayStation 4. Dus dat is al digitaal op jouw account. Ja, maar ik hoef hem niet. Ja, hallo, claim nou gewoon, man. Gewoon even. Je hoeft maar twee keer te klikken op je kutcontroller. Ik heb geen fear of missing out. Ik hoef die game niet. Weg met die game. Blah. Gewoon toevoegen aan je bibliotheek. Gewoon toevoegen, verdomme. Ja. We zien wel. Lost Planet 2 was een van de laatste goede Lost Planet games. Okay, en daarna hoorden we niks meer van Lost Planet, ja. Nee, we hebben toen die ene game gehad, dat weet hij ook weer. Volgens mij was het gewoon daadwerkelijk 3. Ja, 3, dat zeg ik. En die heb ik toen... Oh, sorry, dan heb ik het verkeerd staan. Maar die heb ik toen nog afgekraakt. Ja, klopt. Die was echt shit. en daarna hebben we inderdaad niks meer gehoord. Nee, dat was het. Ik ben eigenlijk stiekem wel benieuwd naar die Destruction All-Stars. Ik heb echt wel zin om die ook met jullie en met andere geeks te gaan spelen. Ja, ik denk dat we die zeker gaan doen, ja, met de PlayStation 5 crew van de geeks. Volgens mij heeft iedereen in de Geeks een PlayStation 5, behalve één iemand. Vincent bedoel je? Ja, dat is echt de enige die hem niet heeft. Ja, maar die heeft ook... Hij hoeft hem ook niet. En dan komt hij er nu achter dat er een God of War 4K 60fps patch is voor PlayStation 5. Ik denk dat hij de marktplaats op gaat, hoor. Ja, maar wat gaat hij op marktplaats vinden van €1200? Ja, dat gaat hij niet doen. Never, nooit niet. Ik ken Vincent, die is daar op dat gebied te gieren voor. Ja. Of hij moet hem echt heel graag willen, maar dat denk ik niet. Ik denk dat het charme-offensief begonnen is. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast@gamergeeks.nl. Oké, de mailbox, dames en heren. podcast@gamergeeks.nl dus, als je vragen hebt voor deze show. Ik zie al wat er in het begin staat. Sla dat maar over. Begin maar gewoon met zijn vraag. Nee. De eerste is namelijk van de one and only Helly de Helminator. Yo. En hij zegt... Weet je hoe vaak ik hier vroeger mee gepest ben? En dan gaat hij in zijn mail zetten. Okay. Slaat gewoon... Oké, zijn mailtje begint dus als volgt. Ik zal even dit even uitzetten. Zijn mailtje begint als volgt. Hallo Jim en Jeroen. Earth shaking breath, taking love, making baby. Don't tell me no, tell me that, tell me baby. I'm checking in, checking out, baby, I'm your man. Come on. Ja. Dat ben ik. Ja, dat is toch mooi, hè, dat hij al die moeite doet om dat allemaal even op te schrijven. Hij was ook heel origineel, denk ik. Volgens mij was hij helemaal alleen met dit idee. Ik heb een podcastvraag, zegt hij erbij. De Britse oorlogsveteraan Tom Moore is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat meldde Britse media dinsdag. Van welke nieuwswebsite heeft hij dat? Dit nou weer gekopieerd. Moore verwierf vorig jaar de status van nationale held door zijn actie waarmee hij miljoenen ophaalde voor de strijd tegen het coronavirus. Heel erg verdrietig. Ja, dat deed hij door rondjes te lopen in zijn tuin. Dat was de actie. Bij welk overleden game character werd jij verdrietig? Doei, van Helly. Solid Snake van Metal Gear Solid, want die is officieel overleden. Wauw, spoiler? Nee, whatever. Nee, niks met spoilers slaan, gewoon... dat is helemaal disbanded, die studio. Kojima weg bij Konami is eigenlijk, rip. Gewoon, heel die game kon niet meer, dus... Maar characters die echt dood zijn gaan in de game, story-wise... Ja,
story-wise. Ja, ik ben gewoon bang dat spoilers gegeven als ik bij sommige games dat ga zeggen. Is er toevallig eentje die te maken heeft met een vent die Volk als naam heeft. En dat dan de bad guy, Sephiroth, op een gegeven moment komt en dan... een zwaardje door je maar die vond ik niet heel erg verdrietig. Oh, oké. Okay. De enige reden waarom ik dat verdrietig vond, was omdat ik veel geleveld had met het character. Oh ja, ja. Ik weet trouwens niet eens of dat in de remake gebeurt of zo. Ik heb geen idee. Weet ik ook niet, want daar zijn we nog niet met de remake. Oh. Alleen, zonder te spoilen, geeft de remake hier en daar de hints dat dit om een andere tijdlijn gaat. Dus de kans aanwezig dat het dus niet gaat gebeuren. Of dat ze ineens een ander character killen, weet je wel, in plaats van die plek. Bijvoorbeeld. Dan gaat iedereen... Hoeveel ben jij in de remake? Nog helemaal niet ver. Nee, echt gewoon... Laat een moment komen in die game, Jim. Bij het begin, bro. Bro, for real? For real, bro? Dan zit je zo en dan... Is het misschien wel maar zo. Ik heb helemaal niks met het origineel. Ik heb het origineel ook, zeg maar... Ik ken de verhalen van het origineel. Ik weet dat... Aerith dus doodgaat in het origineel. Spoilers, I guess, voor een game van fucking 25 jaar oud. Maar, ja, dat. Nee, in het origineel, of in de remake bedoel ik, gebeuren gewoon wat dingen net iets wat anders dan in het origineel. En er komt gewoon een moment in de game dat je denkt... What? Are you kidding me, bro? Is this for real? Okay. Dus, geniet ervan, zou ik zeggen. Het speelt zich af in de Kingdom Hearts universe ineens. Spoiler. Nee. Zeker niet. Jij bent mijn beste hulpje. Er zit een slang in mijn... Er zit een klauw in mijn laars. Ja, ik zit even te denken. Welk character was ik echt... Ik zit nu ook even hard op na te denken. Want ik wilde eerst natuurlijk weer Life is Strange gaan zeggen. Good game. Komt erop, joh. Ik denk dat voor heel veel mensen het best wel een zielig moment was. Dat je, zeg maar, je kijkt de televisieserie als klein kind. Je gaat dan door de Game Boy game heen. En dan kom je op een gegeven moment bij een Pokémon kerkhof. Dat je eigenlijk op dat moment realiseert... Oh ja, Pokémon kunnen ook dood. Ja, nu het zegt, ja. En dat dan worden ze een Gastly of een Hunter of zo. What the fuck? En daar hebben we zo van nagedacht, dames en heren. Pokémon kunnen dood. Poké dead. Welke game? Ja, Soap uit Call of Duty. Nou, ik kan me ook dus wel nog wel herinneren in Grandia 2. Dat is ook een JRPG. Dat op een gegeven moment ook een character zichzelf sacrificed. En daar had ik dus wel heel veel resources in gestopt, weet ik nog wel. Dus toen die doodging, had ik ook wel zoiets van... Maar het is toch erg. Het gaat niet eens om de band die je met een character hebt, maar gewoon hoeveel resources erin hebt gestoken. Hoe erg is het? Ah, dat character deed toch niks mee. Jammer dan. Ja, okay. Oh shit, die was echt geleveld. Fuck, dat character, man. Dat had niet dood mogen gaan. Nou, Ik kan dit eigenlijk... Oké. Er is er eentje. In The Last of Us 1. Of eigenlijk... Laat ik het zo zeggen. Joel en Ellie in The Last of Us 1 komen op een gegeven moment mensen tegen. En die zijn fucking goed geschreven, zeg maar. En op een gegeven moment gebeurt er iets... ze gaan dood. En de manier hoe dat gedaan is, dat was wel echt super heftig. En super goed gedaan. Dus daar zat ik wel echt zo van... What the fuck? Gewoon echt gewoon dat, zeg maar. Dat je gewoon... Echt dat idee een beetje hebt. Life is Strange gaan er wel eens characters dood... waarvan ik denk, oh, dat vind ik niet leuk. Rip. Ik ga ook niet zeggen wie of wat dat zijn... want het is ook allemaal spoilers. Ik werd ook een beetje verdrietig van het feit... dat Vaas in Far Cry 3 zo snel doodging. Ja, eens. Vanaf dat moment werd de game ook een beetje slecht. Ja, ik had zoiets van, ja, maar ik wil dat hij gewoon lekker in Far Cry 4, 5, 6, 7, 8, dat hij gewoon de bad guy blijft. Want hij is fucking lauw, zeg maar. Hij was hetgeen wat de game interessant maakte. Niet dat ik dan verdrietig werd dat hij doodging, maar gewoon, ja, dat je denkt, ja, het is gewoon... als ik echt verdrietig, dan Ori. Maar meer dan dat ga ik ook niet zeggen, want spoilers. Maar Ori, daar werd ik wel echt oprecht een beetje depressief van. En dat is ook natuurlijk overdreven, want het is maar een spelletje. Maar dat was ook heartbreaking. Oké, volgende mailtje doen dan maar.
Ja, is goed, want ik weet het niet. Hallo Gaming Geek. Dan wat we gezegd hebben. Ja, hallo Gaming Geek. Zoals we allemaal... Ja, hij zelf. In Heroes of the Storm gaat hij veel te vaak dood. Hey! Yeah. Hallo Gaming Geek. Zoals we allemaal wel weten, zijn reviews van games relatief. Of eerder subjectief, is denk ik het woord wat je zoekt. Dit komt natuurlijk omdat iedereen andere wensen heeft voor een goede game. Mijn vraag is, welke game die een hele hoge waardering heeft gekregen, vinden jullie echt verschrikkelijk? En welke game die een lage waardering heeft verdiend, volgens jullie, moet weer een veel hogere waardering krijgen? Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden, met vriendelijke groet. Olé. Kijk, het probleem... ik denk dat we het samen heel erg duidelijk kunnen zeggen dat Cyberpunk op sommige plekken veel te hoog cijfers heeft gekregen voor wat het is. Iedereen die game een 9 of hoger heeft gegeven, of een 8 überhaupt, schaam je kapot gewoon. Schaam. Want hè, zoals hij zegt, alle reviews zijn relatief subjectief. Is op zich wel waar, maar er is altijd wel een soort van kern van wat een game moet zijn om een stempel goed te krijgen. Ja. Niet iedereen houdt van hetzelfde genre, niet iedereen houdt van dezelfde stijl. Maar er moet nog steeds wel iets aanwezig zijn voordat je kan zeggen, oh, dit is een goede game. Of dat nou gameplay, verhaal of grafisch is, er moet altijd wel een soort van driehoek van alle drie zijn wat een balans zorgt. Het hoeft niet altijd een heel goed verhaal te zijn, maar dan moet de gameplay echt wel heel sterk zijn of grafisch heel sterk zijn. Maar als één van de twee volledig wegvalt en de andere twee supporten dat niet, dan heb je gewoon niks. Ja. En er zijn nog steeds wel mensen die dan een game leuk kunnen vinden, maar dat betekent niet dat een game daadwerkelijk goed is. En dat is wel eens een verschil wat gemist wordt door mensen die zeggen van ja, maar het is gewoon een goede game, want ik vind hem leuk. Ja, maar dat jij hem leuk vindt, betekent niet dat het een goede game is. Dat betekent misschien ook niet als ik het een slechte game is, dat het een slechte game is. Maar als je, ja, het is altijd heel lastig, dat wel. Maar als je kijkt naar Cyberpunk, die heeft gewoon beloftes gemaakt. Die heeft dingen gezegd dat ze gingen doen. En dat zit er gewoon grotendeels niet in. Die heeft gewoon gigantische steken laten vallen. En dan kan je het geen goede game meer noemen. Op het moment dat er in de kern heel veel mis is. Dus het verhaal in deze game schijnt goed te zijn. Ik weet het niet, want ik heb hem verder niet gespeeld. Maar het begin is op zich best sterk. Maar als je dan gameplay technisch gaat kijken... Oké, grafisch is die ook sterk. Maar gameplay en... gameplay technisch mist hij heel veel. Maar ja, ook wel dingen, kernwaarden van de game zelf. Systemen die in de game niet meer zitten of slecht werken. Die bij games uit 2005, zo overdreven, 2010 er wel zijn. Ja, dan vind ik het geen goede game. Dan is het eigenlijk ook geen goede game meer te noemen. Want je hebt gewoon dingen erin zitten die gewoon heel slecht zijn. Ik vind oprecht dat reviewers bij Cyberpunk 2077... Daarin zijn game reviewers echt veel te laconiek geweest. En zijn veel te veel meegelift met de hype van Cyberpunk. Het is echt... Want ik weet nog als de dag van gisteren. Ik begon met het spelen van Cyberpunk. En je had natuurlijk al gehoord van de bugs en bla bla bla. Je gaat het spelen. En ik had gewoon zoiets van... Waarom is mijn skill tree... Waarom is het allemaal zo fucking boring? Waarom is het schieten is net... Weet je, het is... Ik had het met equipment. Ik zag een paar moment en dan kwam ik in de winkel of bij met items. Dacht, waarom zijn deze items allemaal zo boring? Waarom kijk ik naar plaatjes in een minuutje? Waarom is het minuutje zo onoverzichtelijk? Waarom spant politie om me heen? Waarom rijden auto's allemaal zo raar? En dat zijn dingen die je in één uur maak je die dingen allemaal mee. En ik kan niet begrijpen dat een kritische, iemand die zichzelf een game critic noemt, dan zegt dit is een 9 out of 10. Fuck right off, okay? Fuck off. Want er zijn weet ik hoeveel games die dit soort dingen beter voor elkaar hebben. Weet je, maar dan wel bijvoorbeeld Assassin's Creed Valhalla een 7 geven of zo. Weet je, dan denk ik, what the fuck heb jij gesnoven, man? What the fuck? Ja, wat inderdaad heel grappig is, want een Valhalla is in dit geval een veel stabielere, complete game. En daar gaat het denk ik een beetje om. Die heeft gewoon, hij zal niet op alle vlakken even sterk zijn, maar hij heeft een prima verhaal. Prima graphics, prima gameplay. Hij zal wel bugs hebben, maar niet zo extreem als Cyberpunk. Als de systemen zover ik weet beloofd is, zitten erin. En dat is bij Cyberpunk niet. En die krijgt dan wel hoge cijfers, alleen maar omdat het CG Projekt Red is. Ja, en dat vind ik dan gaar, weet je. Nou, ik denk echt gewoon, ik bedoel, niet dat ik mensen wil aanvallen of zo, maar als je een gamejournalist bent die bij de eerste, toen Cyberpunk net uitkwam, zeg maar 10 december, als je die game toen een 9 out of 10 had gegeven, maakt me niet uit waar je hem op hebt gespeeld. PC, PlayStation, Xbox, Stadia, I don't fucking care. Maar kom, je bent toch niet fucking blind, of wel dan? Gewoon, nee, precies. Heb een beetje precies. Kwaliteit, Jos. En ik snap heel goed dat je misschien niet super kritisch kijkt naar bijvoorbeeld de shooting mechanics. Of bijvoorbeeld de skill trees of de diepe RPG-systemen. Maar
als je een paar uur speelt, dan kom je toch vanzelf tot de conclusie dat er gewoon niet heel veel van al die systemen in zit. En ik snap. Maar het werd toch ook heel gauw duidelijk dat het voorverhaal wat jij koos, waar je kerst vandaan kwam, ook helemaal geen strom voorstelde. Dat het boeit geen fuck. En daar is nu allemaal kritiek op. Maar dan vanuit de YouTube-hoek. Want YouTubers, die maken deze game helemaal kapot. En dat doen ze echt niet alleen maar voor de kliks, maar ook omdat ze het vinden. En daarom vind ik het eigenlijk heel frappant hoe bijvoorbeeld een IGN had de PC-versie een 9 out of 10 gegeven. Dat ik denk, oeh, welke fucking game heb jij gespeeld? Want het is niet dezelfde game als die ik heb op de PC. En dan geven ze de PS4-versie vervolgens een 4 out of 10. Om een soort van statement te maken van, kijk, wij vinden het ook onacceptabel dat deze game onspeelbaar is. En dan denk ik, bro, heb je fucking gezien hoe basic dit fucking RPG-systeem is? Gewoon. Precies. Maar dan ook zeggen, Cyberpunk 2077 is in zijn kern een goede game, maar door de performance op de PlayStation denk ik, nou ja, misschien is het... Maar dit probleem, maar dit wordt toch ook gepusht door de studio zelf. Die zeggen op een moment ook, ja, sorry, de last-gen consoles, de performance blijft achter. Maar op de PC hebben we goede reviews gehad. En ik van, maar het is nog steeds dezelfde kutgame. Ja, op de PlayStation draait die nog kutter dan dat die op de PC doet. En op de PC draait op zich prima. Maar de bugs zijn niet het enige probleem. De game is gewoon incompleet. We hadden laatst was er een video gepubliceerd door... Kut, nu weet ik het kanaal even niet meer uit mijn hoofd. Maar YouTube-kanaal Beat'em'ups, geloof ik. Ja, volgens mij is dat een minder. Even zoeken. Maar die heeft echt een vlijmscherpe video gemaakt over Cyberpunk. Die duurt... Het is inderdaad Beat'em'ups. Ja, die duurt bijna 3 kwartier. Echt waar, check die review. Het heet CD Projekt Are All Liars. Hij heeft later ook gezegd, nou, daar heb ik wel een beetje moeite mee dat ik de video zo heb genoemd. Maar goed, hè, het is toch YouTube, je moet kliks halen. Maar die analyse is vlijmscherp. En een van de dingen die hij daar ook in zegt, en ik ben het daar 100% mee eens, is dat de bugs hebben, hè, die zijn grappig, en die hebben eigenlijk nu een beetje het gesprek overgenomen. Terwijl inderdaad wat wij dus nu ook al benoemen, dat die onderliggende systemen van Cyberpunk zijn ook allemaal underwhelming, saai en op z'n best mediocre. En dan je merkt gewoon dat in deze game alles er is aan gedaan om jou voor de gek te houden, moet ik het maar zeggen. Want er zou eerst animaties van je character zijn, die hebben ze weggedaan. Waarom? Omdat de animaties gewoon ontzettend kut zijn. En die zie je nog op het moment dat je je eigen schaduw ziet. Die gekke walking animaties, ja. Bijvoorbeeld. Ik heb een gun. En zo zijn er meer systemen die er gewoon uit zijn gehaald. Alleen omdat ze merkten, oeps, het gaat niet helemaal lekker. Ja. Maar dan nu de moeilijkste. Een game die het laag heeft gescoord, maar waar wij van denken... Wow. Nou ja, kijk, dit vind ik altijd een beetje lastig, want... Dan zou je inderdaad naar de Metacritic moeten kijken. En ik weet natuurlijk niet van elk spel die er ooit is uitgekomen waarvan ik denk, oh, dat is goed. Dat die, wat voor Metacritic die heeft gekregen. Of hoe die beoordeeld is. Kijk, Cyberpunk is dan ook voor ons makkelijk om het nu over te hebben. Omdat het een recent voorbeeld is. En ook een heel duidelijk voorbeeld van games die wij slechter vinden dan de cijfers die het heeft gekregen. Is natuurlijk ook sowieso weer zo'n dingetje van cijfers. Weet je wel? Bah. Maar... Ik weet het. Kijk, ik vind sowieso dat de meeste critical reviews zijn vaak wat milder dan dat ik ben. Dus daar ga je al. Jij bent best wel pittig inderdaad. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, kijk nu naar wat er met... hoe heet het? Wat er met Cyberpunk is gebeurd. Ja. Maar ik vind hetzelfde ook trouwens van Animal Crossing. Ik vind echt, als je een kritische reviewer bent, moet je, vind ik... ook bovenop de hype kunnen zitten. En ook kunnen zeggen... ja, Metascore is 9 out of 10... van Animal Crossing, zie ik nu. Maar dan denk ik ook... heeft iemand van jullie de online mode geprobeerd? Die is echt fucking scheid. Shit dat is. Gewoon. Hoe fucking kut het is. En dat... tuurlijk, de game is super charmant en blablabla. En oh, het is allemaal zo charmant, dat Animal Crossing. Maar kijk even naar de fucking mechanics gewoon. En durf het dan... Ik heb trouwens een game gevonden die ik wel denk dat hij iets hoger had mogen scoren. Okay. Ja, kom maar door. Ja. De 13 remake, die heeft echt heel laag gescoord. Ik denk dat hij wel meer had... Fuck off, bro. Godverdomme. De 13 remake. Fuck off. Nou, we hebben het nu het over slechte remakes. En dan moet ik meteen denken aan Blizzard. Heroes of the Storm. De rotatieve scoren. Die had, daar maakt de game dus nog steeds grapjes over. Die kreeg heel erg famously een 6.5 out of 10 van IGN. Omdat IGN had het toen de tijd door een gast laten reviewen die helemaal verslaafd was aan Dota.
Dus alles wat niet leek op Dota, dat vond die vent slecht. Ik ben ook nieuw hoe die daarop komt. Maar ja, die is over het algemeen... Even kijken. Oh ja, ik zie dat de Metascore 86 is. Nou, dat valt dan wel weer mee. De meeste reviews... Oké, ja, ik zit nu te kijken. De meeste reviews daarvan waren eigenlijk best wel positief. Maar als je dan kijkt naar de user score, die is best wel laag. Ja, maar de user score is altijd laag, want daar komen altijd haters op af bij Metacritic. Ja, dat is precies. Ik neem dat wel echt met een korrel zout zelf. Oké, laat maar zitten. Slecht voorbeeld. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Trackmania. Turbo. Is die slecht beoordeeld? Zal wel niet. 79. Ja, klinkt eigenlijk wel goed. Nee, ik kan niet even een andersom voorbeeld. Dan moet ik daar echt hevig... Dat is ook moeilijk. Dat is ook moeilijker. Ja. Andersom, hè, positieve scores, negatief komen vaker voor dan andersom. Alhoewel ik wel blij vinden dat Bioshock 2, maar dat is met name door de community, zeg maar. De online algemene gaming community. Wordt Bioshock 2 wel echt negatiever neergezet dan 1 en 3. En... Nou, als je dan kijkt op Metacritic, heeft hij nog steeds een 8.8 en een 8.1. Ja, daarom. Dus daar is op zich niks mis mee. Maar ik vind niet dat Bioshock 2 de negativiteit verdient die het soms krijgt. Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Maar weet je wat ook zo mooi is dan zo'n review? Ik kijk nu naar een review uit 2014 voor die game door een user. Een positive thing about Bioshock 2 could have been that after a huge disappointment that was the first Bioshock for me, I didn't expect anything at all of part 2. Denk van, hè? Dan moet je gewoon niet van dit soort games houden. Nee. Dan kan die game niks aan doen. Jij bent gewoon niet... Je houdt niet van deze games. Zeker als je dan in je naam Deus Ex en XCOM hebt staan, dan weet ik al, ja, je houdt gewoon van die hele andere type games. Maar dan kan je de game niet blamen. Ja, dan moet je Cyberpunk gaan spelen. Oh. Oké, volgende. Deze is van Tim. Ik heb deze week What Remains of Edith Finch gespeeld, een super toffe walking simulator, met een fantastisch verhaal. Dus mijn vraag, wat zijn nog meer toffe walking simulators met een goed verhaal? En nu komt de grote caveat, behalve Firewatch, want die heb ik al gespeeld. Nou, mijn antwoord was Firewatch. Nou, mijn antwoord is dan Death Stranding. Oh, scherp. 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 Het is ook zeker een walking simulator met hier en daar echt goede actiestukken. En ik heb hem nog niet uitgespeeld, maar mijn heeft het verhaal toch al een paar keer goed te pak gehad. Oké, ja, ik kan daar niet overheen. Ik kan nog zeggen... Nee, laat maar. Ik ga daar ook gewoon niet overheen. Nee, gewoon dat is hem. Hey Jim en Jeroen. Dat schrijft Luc. Ik heb de laatste weken alle mainline God of War games gespeeld. Behalve de 2018 God of War. What the fuck? Hoe kan je die nou skippen? Of ben je er gewoon... Nou, whatever. Voelde het verschil met bijvoorbeeld de Spider-Man games lekker genoeg met 30 versus 60 fps om de PS5 geüpdate versie van Call of War te spelen in plaats van de PS4 versie? Ik kan je met 100% zekerheid zeggen dat ik heb hem nu op 30 fps gespeeld, maar ik heb gewoon momenten dat ik denk van, wat is het choppy? Wat loopt het stroef? En niet omdat frame drops zijn, maar gewoon 30 fps is gewoon... Het doet die game, God of War, teniet. En niet teniet in de zin van de game is daardoor slecht. Nee, het verdient meer. En het feit dat ze op een apparaat wat dat aan kan, de mogelijkheid nu gaan bieden. En je hebt de mogelijkheid om dat te doen. Hè, je hebt de console. Dan zou ik het echt doen. Ja, zeker. En dat is dus nu het dilemma. Kan nog wel lang duren voordat ik een PS5 kan bemachtigen, schrijft hij erbij. Dit is natuurlijk... Dan zou ik even wachten. Dit is natuurlijk geel aan mij, maar was wel benieuwd of de 60 fps Spider-Man Experience echt een stuk lekkerder speelde op 60 in plaats van 30. Het voordeel van Spider-Man is op 60 fps, omdat je ze rondslingert, is zo lekker. Ja. En dat gaat zo lekker soepel. God of War, het character wat je in God of War speelt, is natuurlijk nog sowieso een beetje een stroeve kerel. Een flinke kerel die wat langzamer loopt en hard slaat. Ja. Kan ook wel moves maken die wat soepeler zijn, maar in principe is de actie van Spider-Man allemaal wat... vloeiender. En dan is met 60 fps, ik kan het beamen, want ik heb hem op 30 en op 60 gespeeld. En nu heb je zelfs een versie met 60 en een beetje raytracing. Ik heb het allemaal gedaan en dat 60, dat maakt het toch wel voor mij prettiger om te spelen dan 30 met alle toeren latijntjes aan. Als je een game op een hogere framerate kan spelen, doe dat.
Dat is mijn ding, zeg maar. Ik ben dus voor de gein, heb ik dus afgelopen week Spider-Man Remastered op PS4 een beetje gespeeld. Want ik moest nog 3 trophies halen of zo. En toen dacht ik, oh ja, ik kan ze ook even op PS5 doen, want dan heb ik 2 Platinum Trophies. maar dat verschil is wel echt gewoon... Het is heel simpel. Als je eenmaal 60 fps gewend bent, dan wil je eigenlijk... Dan wil je niet meer terug. Eigenlijk niet meer terug naar 30. Tenzij je... Sorry. Tenzij je het echt in de context kan plaatsen dat je je er niet aan kan ergeren. Maar, hè, en dat had ik, weet je, ik ben een PC... Ik speel liefst op PC, want daar haal je de hoogste frames en blablabla. Maar ik kon Ghost of Tsushima op PS4 nog steeds wel waarderen. Omdat ik weet, het is een PS4. Het is een game gemaakt voor de PS4. Weet je, ik kan er dan prima mee leven. Dus het is niet alsof... En hetzelfde geldt voor God of War. Prima te doen op de PS4. Ik vond het een prachtgame op 30 fps. Maar als je inderdaad de mogelijkheid hebt, en dit is nu het probleem. Je hebt de mogelijkheid nu niet om... Je hebt nog geen PS5. Dan... Weet je wel... Dan, dat is inderdaad het dilemma. Kijk, ik... Je zegt, het kan nog wel lang duren voordat ik een PS5 kan bemachtigen. Waar ligt dat aan? Ligt dat nu puur en alleen aan het feit dat die dingen niet te verkrijgen zijn? Of dat je zelf nog niet bereid bent om zo'n ding te halen? Want dan zeg ik, joh, God of War kost €20. Soms 15. Ja, nee, joh, speel hem gewoon lekker. Speel hem dan gewoon. Als je je nu niet kan ergeren... Want je hebt toch geen PS5, speel dan gewoon 2018 God of War op PS4. Want, ja, nee joh... Whatever. Het is wel een lagere framerate dan op PS5. Maar ja, dan heb je... Weet je wel, je hebt dat ding nu niet. Dus, whatever. Ik zeg spelen, zeg ik. Tuurlijk, 60 fps is beter. Veel beter. Op de PS5 helemaal, want dan heb je ook nog eens 4K 60 fps. Blablabla. Maar, ja, why not? Ik vond de game fantastisch in 2018 op PS4. En ik zou niet weten waarom de game nu ineens kut zou zijn... omdat er ergens anders een 60 fps optie is. Tuurlijk, dat is beter... Maar dat maakt niet de 30 fps ervaring. Maakt de game niet slechter. Het biedt gewoon net even wat meer. En dat is voor sommige mensen heel prettig. Maar als je je toch niet aan stoort omdat je alleen maar op PlayStation 4 speelt. Dan zou ik zeggen, maak je niet te druk op. Normaal heb ik het natuurlijk niet over de chat. Maar ik zie hier nu iemand zeggen, ik zie het verschil gewoon niet tussen 30 fps en 60 fps. Ligt waarschijnlijk aan mij. Ja. Ja, dat is sowieso. Ik weet niet waar je op speelt. Ook zomaar zijn dat je je scherm niet goed hebt ingesteld. Maar in principe merk je direct... Het verschil. Er zijn altijd mensen die dat niet kunnen. Maar ja, dan zie je misschien motion sowieso niet heel makkelijk. Of registreer je dat in games sowieso niet zo heel goed. Maar in principe is dus... En dat merk je sowieso. De stap van 30 naar 60 is echt flink. Van 60 naar 144 is echt flink. En van 144 naar 360 is ook weer echt best wel flink. Maar dat verschil merk je veel minder snel. Qua oog. Hè, wat je oog ziet. De vloeiendheid is echt wel... Ja. Een dingetje. Ja, maar het is ook gewoon, je krijgt veel meer detail met hoeveel meer frames je hebt. Dus je krijgt gewoon, als je een game hebt, zie je gewoon veel meer in 1 seconde. Om het even zo te zeggen, dan als je dat met een lager framerate doet. Ja, precies. Ik zag ook nog allerlei mailbox minigames voorbij komen, maar ik denk dat we dan echt hier nog minstens een uur zitten. Dus laten we dat lekker bewaren voor de volgende keer. Dat betekent dus dat we bijna aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ondertussen wil ik je graag verwijzen, mocht je dit enigszins leuk vinden, naar GamingGeeks.nl. Want daar posten we niet alleen maar deze podcast in zowel video als audiovorm, maar ook onze andere content. Zo is er een nieuwe aflevering van Gaming Geeks Next. Want hey, het is een nieuwe maand en er komen allerlei games uit. Als je nou benieuwd bent welke je sowieso in de gaten moet houden, dan is dat jouw overzicht. Gamer Geeks Next, met daaronder ook nog eens een volledig overzicht van alle games. GamingGeeks.nl. En, jawel, ik heb weer een video gemaakt. En dit keer over Balan Wonderworld. Een 3D-platformer, gemaakt door oud-Sonic developers, uitgever door Square Enix. Er is een demo... Daar was je best wel positief over. Super positief. Positief agressief misschien. Maar check die video. Demo-impressies op GamingGeeks.nl. In de tussentijd zou ik zeggen, abonneer op deze podcast, check de video's, abonneer op het YouTube-kanaal en wat ik al zei, check ook vooral de website. Jeroen, bedankt weer voor vandaag. Geen enkel probleem, was me een waar genoegetje. Hij was weer fijn, hij was weer leuk als je het aan mij vraagt. Dus volgende keer weer. Bedankt allemaal voor het luisteren naar de 160ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. En zoals altijd, tot een volgende keer. Ajuu!